De Ronde van Vlaanderen, dat is bonken op ruwe kasseien, vechten tegen regen en wind, trekken en sleuren op nijdige hellingen. Dat is spektakel, drama's, vreugde, ontgoocheling en alle mogelijke tegenslagen. Dat is ook half Vlaanderen op straat. Maar boven alles is de Ronde van Vlaanderen een lange erelijst van beroemde namen. Karel van Wijnendalen, de vader van de Ronde van Vlaanderen, bekleedt een werkelijk monumentale plaats in de Belgische wielergeschiedenis. Hij was een pionier van de wielersport op elk gebied. In het begin van de eeuw was hij een van de eerste wielrenners in ons land. Daarna werd Karel van Wijnendalen de eerste echte sportjournalist in Vlaanderen, tevens medestichter en bezieler van onze eerste grote Vlaamse sportkrant. Naast organisator van wielerwedstrijden was hij ook actief als manager van een rennerstal. Onder het pseudoniem van Mac Bolle trok hij in de jaren 20 met zijn Flandriaan zelfs naar de zesdaagse van New York en Chicago. Bovendien selecteerde Karel van Wijnendalen zo'n 20 jaar lang de Belgische ploeg voor de Ronde van Frankrijk en fungeerde tevens met veel succes als ploegleider. Geen wonder dus dat Karel van Wijnendalen een legendarisch personage is geworden in onze wielergeschiedenis. Dankzij de wielersport werd hij een beroemd en welvarend man. Vergeet bijvoorbeeld niet dat hij renner is geweest al voor sportjournalist te zijn. In 1913, toen Sportwereld gesticht werd, vroeg men hem om hoofdopsteller te worden. Hij aanvaarde en zijn eerste werk was, waar hij altijd had van gedroomd, de Ronde van Vlaanderen inrichten. Op 23 mei 1913 was het dan zover. De eerste Ronde van Vlaanderen van Gent naar Mariakerke over een afstand van 370 kilometer. Er kwamen 37 renners aan de start. Winnaar werd Paul de Man. Op zijn erelijst staan ook Bordeaux-Parijs, Parijs-Roubaix en Parijs-Tours. De eerste Ronde van Vlaanderen in 1913 was er een prijzenbedrag van 1600 frank. Natuurlijk, nu zegt er niets meer 1600 frank, maar in die tijd was dat geweldig. Van de goede burgerij die sprak daarop. Die vonden dat niet normaal dat er voor die renners zoveel geld werd weggegeven. Waarom? Omdat in die tijd, in 1913, verdiende een onderwijzer 1200 frank per jaar. Een jaar later ging de zegen naar Marcel Buysse. Hij was de oudste van de beroemde Buysse-dynastie, met als bekendste zijn broer Lucien, die in 26 de Tour won. Marcel Buysse mocht eigenlijk niet starten van zijn Franse werkgever. Maar hij had zijn woord gegeven aan de organisatoren en dus was hij er. Dan kwam er een onderbreking van 4 jaar. Amper 4 maanden na het laatste schot werd de ronde opnieuw gereden. Die ronde werd gewonnen door een van de prototypes van de Flandriaans, Ritte van Lerbergen. Ritte kwam juist van het IJzerfront met zijn maat Jules van Even en had geen fiets. Hij leende een fiets aan de schoonbroer van de renner Jules Messelis. En voor het vertrek zeide hij tegen al wie het horen wilde: ik ga jullie allemaal duetrieën. En Jules van Heven lachte natuurlijk zeer gesapig. En je moet niet lachen, want vlak voor uw deur zal ik u losrieën, zei de ritter tegen van Heven. En zo gebeurde. Op de helling van Ichtegem demareerde ritter weg. Men liet hem eventjes gaan en toen men de jacht herinzette, was het te laat. Ritte
kwam dan in Gentbrugge op het velodrom van Arsenal. Maar reed niet op het velodrom. Hij reed in een café binnen en bestelde doodgewoon een demi. En daarna nog één. Totdat directeur Oscar Braakman hoorde dat Ritte in dat café zat. Hij stuurde zijn verzorger naar dat café en die gelukt erin. Ritte met een zacht geweld naar de piste van Gentbrugge te piloteren. En toen Ritte zijn ereronde deed, dan riep hij tot de massa, en dat is historisch, dat is geen mop. Gooi helder maar naar huis, wij je. En kom morgen terug. Ik lig een halve dag verrukt. De vierde naam op de erelijst is die van Jules Van Hevel. Van Hevel won ook Parijs-Roubaix, de Ronde van België en twee keer het nationaal kampioenschap. In 1921 hield René Vermandel Van Hevel van een tweede opeenvolgende zege. Vermandel haalde het met een half wiel. Léon de Vos was op zijn sterkst in slecht weer. In 1922 was het bitter koud en dus was de Vos daar. En zo komen we bij de eerste buitenlandse winnaar, de Zwitser Henry Souter. De buitenlandse belangstelling werd stilaan groter. Souter versloeg zijn ploegmaat De Ruiter, die lek reed in volle sprint. Gérard de Baats won in 1924 en in 1927. Tussenin schrijven we de namen bij van Delbecq en Verschuren. Een overwinning in de Ronde van Vlaanderen betekende zowel voor Jan Mertens als voor Jeff Dervaas het hoogtepunt uit hun carrière. Na hen volgt Frans Bonduel. Zijn wedstrijd was eigenlijk Parijs-Brussel. Twee keer eerste, driemaal tweede en nog eens derde. De Ronde was in die tijd een verschrikkelijke wedstrijd over haast danteske wegen. Het parcours van de Ronde, ja, laat ons zeggen dat de Ronde van Vlaanderen vroeger van start tot aankomst hier heel van het noorden was. De kassei, het was al kassei dat er was, of hele smalle fietspaden. In de loop van de jaren zijn natuurlijk allemaal gaan veranderen. De bergjes die werden geasfalteerd, er kwamen meer betonbanen. De banen werden breder en breder. Maar helemaal in het begin was het geweldig onmenselijk voor de renners. Karel van Wijnendalen samen met zijn vrouw klaar voor de start van de 16e Ronde van Vlaanderen. We kijken naar enkele favorieten. Jeff de Muizere pakte 3 jaar geleden net naast de Tourzegen. Georges Ronsau al 2 keer wereldkampioen en winnaar van Parijs-Roubaix, Parijs-Brussel en 3 keer Bordeaux-Parijs. Frans Bonduel een vaste waarde in de Ronde van Vlaanderen die hij 1 keer won. En de broers Delors van wie Gustave in 35 en 36 de eerste 2 edities van de Ronde van Spanje op zijn naam schreef. 120 renners kwamen aan de start op die 13e maart 1932. De Ronde van Vlaanderen was tot halfweg de jaren 30 de openingswedstrijd van het Belgisch wegseizoen. En zelfs in een tijd dat de auto een luxe vervoermiddel was, bestond er al een volgersplaag. De Rijkswacht was wel in de buurt, maar stond vrijwel machteloos. De renners konden kiezen het archislecht fietspad links of de erbarmelijke steenweg rechts. Daarvoor heb je struisbanden nodig. Die wogen toen 500 gram tegen 200 gram voor de tubes van nu. Wie lek reed, moest zelf herstellen en dan maar hopen dat de gonfleur het deed. Een gonfleur was een soort pomp met samengeperste lucht. Met zijn tweeën voorop de winnaar van vorig jaar Romain Gijsels en de jonge Fons Delors. In Erpen werd Delors gelost en zo won Gijsels voor de tweede opeenvolgende keer. 1932 was overigens een topjaar. Hij zegevierde toen ook in Parijs-Roubaix en Bordeaux-Parijs. De
De laureaat van 1933 was de sterke en snelle Fons Schepers. Een jaar later kwam hij als tweede opnieuw op het podium. Zoals gewoonlijk zag de omgeving van het Gentse Sint-Pieterstation zwart van het volk. Dit is Sylvain Maas, de latere tweevoudige toerwinnaar. Gaston Rebrie, de kersverse winnaar van Parijs-Nice, de man in vorm dus. Frans Bonduel is er altijd bij, tot zelfs na de Tweede Wereldoorlog. Edgar de Caluwe is de favoriet van vele verslaggevers. Lode Hardikest komt over 2 jaar aan de beurt. Gust van Tricht heeft in 1931 als individueel deelgenomen aan de Tour. Ondanks het slechte weer gaan om 8:30 precies 160 renners van start. Een nieuw record. De andere 7 zijn Rebrie, Vervaake, Gesquière, Van Vlokhoven, Kegels, Kokkerow en Van Puyvelde. De Ronde van Vlaanderen wordt na Parijs-Nice de tweede belangrijke overwinning van Rebrie in 1934. 2 weken later voegt hij daar nog Parijs-Roubaix aan toe. Parijs-Roubaix was trouwens zijn klassieker. De Rebrie won hem in totaal 3 keer. Onder een onbarmhartig slecht weder werd door 140 dappere kerels Vlaanderens geliefkoosde koers betwist. Dit heeft voor gevolg gehad dat halfwege de helft der deelnemers reeds had opgegeven. Zo stond het in de krant van maandag 15 april 1935. Zijn medevluchters zijn Romain Maas, Daneels, Leemans, Roels en De Pauw. Die 6 waren in Eeklo na amper 18 kilometer in de aanval gegaan.
Met zijn zege in het kampioenschap van België 2 jaar eerder was dit de belangrijkste overwinning in de carrière van Louis Durlo. Via overwinningen van Hardy Kest, Doge en de Kaluwe naderen we de periode van de Tweede Wereldoorlog. De populariteit van de Ronde van Vlaanderen gaat nog steeds in stijgende lijn. De Ronde van Vlaanderen leidt aan een zeer eigenaardige ziekte, aardsucces. En dat succes dat kwam vooral naar voren in het volgen van de wedstrijd. Iedereen die een auto of een motor had, wilde de Ronde van Vlaanderen volgen. Dat was wel in het begin van de jaren 20. Dat werd steeds erger en gevaarlijker in de jaren 30. En zodanig dat in 1934 in het Inlichtend Dagblad geschreven werd, dat kan niet verder gaan. We moeten absoluut een politiebrigade hebben, een wegbrigade van rijkswachters die in de wedstrijd het orde komen aan tafel. Er waren wel rijkswachters bij in die tijd, maar die zaten in officiële auto's en die waren machteloos tegenover die volgersplaag. Dan heeft men eraan gaan werken en dan eindelijk in 1938 is er voor het eerst dus een rijkswegbrigade in de ronde gekomen. Voor de orde aan tafel tussen de volgers. De ronde 39 blijft inderdaad op zondag 2 april, ondanks de parlementsverkiezingen. De afstand wordt ingekort tot 230 kilometer, zodat iedereen 's morgens zijn stem kan uitbrengen. Die verkiezingen inspireren de sportwereld tot deze aangepaste slogan. De Belgische toervedetten krijgen extra aandacht van onze cameraman. Bij de favorieten ook een niet-rondrenner, Karel Kaars, links in beeld. Kaars was op zijn teen getrapt, hij was een schitterend pistier, maar de meeste verslaggevers vonden hem te licht voor een zware klassieker als de Ronde van Vlaanderen. Kaars zal hen in het ongelijk stellen. Hij kwam rechtstreeks van de Zesdaagse naar de kasseien van de Ronde. Er lagen, zeker toen, vele en soms onverwachte hindernissen op het parcours, zoals hier op de Kwaremond, waar plotseling een spookrijder opduikt. En de enorme kolonne volgers bleef de organisatoren kopbrekers bezorgen. In Aalst melden zich 4 leiders, Kaars, Romain Maas, Vissers en Van den Driessen, die even verder achterblijft. In de eindsprint haalt Kaars het met duidelijk verschil voor Maas en Vissers. 5 jaar eerder werd hij als 20-jarige wereldkampioen op de weg. Zijn grootste successen behaalde hij nochtans op de piste. Zondag 31 maart 1940. De 24e ronde van Vlaanderen wordt gereden over het traditionele parcours tussen Gent en Wetteren. U merkt het, we zijn in oorlogstijd. Bij de doortocht in de steden was het vooral uitkijken voor de tramsporen. Op de Kwaremond breekt de echte strijd los. Christian zijn Kind voeren daar de forsing. Kind wordt uitgeschakeld door een valpartij. Christian wordt later bijgehaald door Achille Buyssen, Schotte, Hendricks en Staren. We zien de 5 leiders hier in Ninove na 183 kilometer op 28 kilometer van de aankomst.
ongewijzigde situatie in Aalst. De vijf vluchters zullen trouwens de eerste vijf plaatsen bezetten. De eerste plaats is voor Achille Buyssen. Buyssen zal een jaar later zichzelf opvolgen op de erelijst van de Ronde van Vlaanderen. Hij ging toen van Overloop en van de Meerschout vooraf. In zijn eigen wedren wordt Buyssen in triomf rondgedragen. Het is weer bijzonder druk in Hotel Continental op het Gentse Sint-Pietersplein. Daar heeft de organisatie haar hoofdkwartier. Er zijn heel wat nieuwe gezichten bij. Maar ook de ouderen zijn er nog steeds. Dit is weer een jongere, Jacques Geus, met naast hem als Jean-Premier Lomme Drieses. En de grote favoriet is uiteraard Achille Buyssen, de winnaar van de laatste twee jaar. Van bij de start moeten de renners opboksen tegen de stormwind. Het peloton blijft dan ook gesloten. We zien Marcel Kind met zijn toertrui. Albert Ritserveld en Achille Buyssen. Op de Kluisberg is er geen houden meer aan. Boven wacht een premie van 500 frank. En die gaat naar Wart van Dijk. Van Dijk trekt nog zeven anderen mee. Bonduel, Klaas, Hendricks, Louis, Schotte, Van de Wegen en Van Eename. De aankomststreep was in het Gentse Sportpaleis getrokken. En daar was het te donker om te filmen. We zien Schotten nog wel als eerste de poort binnenrijden. Brik Schotten is zo bereidwillig even buiten te poseren. En dat doet hij met vader Grimonpont en Bert de La Fosse van de organiserende krant. Achille Buyssen, helemaal geen familie van de bekende Buyssen-dynastie, was de eerste die de ronde drie keer won, in 40, 41 en 43. De ronde 44 presenteren we u zoals de bioscoopbezoekers die toen te zien en te horen kregen. De Gent starten 103 renners voor de Ronde van Vlaanderen, een der meest populaire wedstrijden van het seizoen. Het vertrek is snel. Al de favorieten zijn daar. Van Steenbergen, Vlaming, Kind. 45 km per uur. De doortocht de Brugge. Na deze stap neemt de gemiddelde snelheid af ten gevolge van hevige tegenwind. Roeselare. Nog steeds geen ontsnapping. Uitdeling van proviant. We komen in de bergstreek. Eerst de Kwaremond. We
Bij het afdalen naar Ronse neemt Somers een kleine voorsprong. Hij rijdt het eerst over de Kruisberg. Hij laat zich inhalen en met 6 man beklimmen ze de Edelaren. Somers is nogmaals 4 seconden voor de anderen. Deze 6 renners gaan tot een aanval over en op 75 kilometer van het doel wordt met grote snelheid de beslissende fase van de wedstrijd ingezet. Een onverwachte wending. Er blijven nog slechts 3 renners. Van Dijk is ziek en geeft op. De beide anderen worden op 10 kilometer van de aankomst ingehaald. Een peloton van 10 renners, waaronder Kin, Klaas, Riga en Van Steenbergen, gaat op het doel af. Aan de ingang van de wielerbaan is Maas aan de spits, doch hij slipt en sleurt sterk meter. De overigen profiteren ervan. Van Steenbergen gaat het eerst over de lijn en wint de Ronde van Vlaanderen 1944. Het zoveelste failliet ter aankomsten op piste, schreef het nieuwsblad Sportwereld. Het zal wel geen toeval zijn dat Rick van Steenbergen de slimste en de handigste was. Hoe was dat trouwens in het algemeen, het wielrennen in die oorlogsjaren? Wat stelde dat voor? Ja, we moesten zien dat we in het leven kosten blijven, dat we eten genoeg hadden en materiaal, dat waren de 2 voornaamste posten. En we rijden dan ook veel koersen, waar we dus betaald werden in natura. En voor de rest moesten we wat gaan halen in Holland en overal waar er nog wat eten was. Smokkelen? Was smokkelen, ja. Smokkelen heeft nou misschien een slechte naam, maar toen was dat een normaal verschijnsel. En toen dat ik geboren was, zijn aan de grens, kinder, in Arendonk, zat de smokkel zo wat in het bloed. Voor mij mijn beste klassieke koers die ik gereden heb in mijn loopbaan was 1946 de Ronde van Vlaanderen. Daar heb ik een Van Steenbergen leren kennen, zoals ik hem later nog zelden heb teruggezien. Niet de man die economisch rijdt en alles beredeneerd uitvoert, maar wel de agressieve, aanvallende jonge Van Steenbergen. Van Steenbergen was inderdaad de grote man van de Ronde van Vlaanderen 46. We hebben 6 leiders, Schotten, de Klerk, Kiwi, de Simpelaren, Van Steenbergen en de Fransman Tietaar. Ze zijn weggegaan in de afzink van de Edelaren. Uit dit zestal springen Van Steenbergen en Schotten weg. Net voor Gerardsbergen krijgen ze het gezelschap van Tietaar. In Kwaadrecht op 5 kilometer van de aankomst demareert Van Steenbergen. De beslissing is gevallen. Via Fenjaard in 47 komen we bij de tweede zege van Briek Schotten. De grote zeftingen kwamen in de warm. We waren bij een man of 25 voeren. En in Oost was dat toen geweldig lastig. Moesten we door Oost slechte stil. En van Oost naar Wetterborn naar Hendep, veel weg. En we zijn de weg gegaan met 4 op het laatste. Klopte Ramon in de sprint, Rijkaard en Impanis. Of Impanis was hier derde en Rijkaard vierde. Zo belanden we bij de periode Mani. De Italiaan die aan zijn 3-op-1 volgende overwinningen de bijnaam Il Lione delle Fiandre overhield. Mani was ook wel een type voor de Ronde van Vlaanderen. Weet wel, dat was een machtige coureur, die altijd in attack ging. Altijd vanaf de start, die stond er zo mee kletsen. Weet wel, dat was eigenlijk een type. De mensen we dachten, moesten nog kijken. Zijn derde overwinning was de Zwitser. Van het ogelde en het sneeuwde, het was koud. Hier zien we Mani aan de leiding van een kopgroep van 4. Hij streed trouwens de hele dag in de eerste lijn.
Na Magny volgden nog vier buitenlanders in de uitslag. De eerste Belg, Rick van Steenbergen, finishte zesde op ruim 12 minuten. Dat Belgische debacle inspireerde Karel van Wijnendalen tot de beroemd geworden krantenkop: we hebben nog enkel onze ogen om te schreien. In 1952 werd het weer een Belgische zege met Roger de Kok en in 1953 was de Nederlander Wim van Nest aan de beurt. Zoals zo vaak speelde de beklimming van de Kloosterstraat in Gerardsbergen een zeer belangrijke rol. We zien hier Marcel Hendricks met het nummer 85. De Italiaan Loreto Petrucci, een vaste waarde in de Ronde van Vlaanderen toen. Louison Bobet en Ferdi Kubler, bijgenaamd de Arend van Adliswil. In Leiden zijn we dan terug weggesprongen. We zijn dan met drie weggeraakt. En op een kilometer of 20, 25 van de aankomstlijn dus, had ik gezien dat Maillet met Bobet gesproken had. Dat ze misschien iets tracht te doen om mij te lossen. Maar ik was die dag bijzonder goed en ik heb direct degedemareerd en Bobet was gelost. Dus op die moment hadden wij misschien een 50 seconden voorsprong. Ik ben dan beginnen te rijden dus met Maillet. En op een kilometer of 15, misschien een kilometer of 10 van de aankomst, voelde ik wel dat Maillet aan het verslappen was. Een sprint is er eigenlijk niet geweest. Ik ben dus van op een kilometer 500 en 2 kilometers op de kop gegaan en ik heb mijn gang getrokken. Ik heb doorgegaan en op 500 meters van de aankomstlijn dus heeft Maillet zich rechtgezet. Dus er was eigenlijk geen sprake van een eindsprint. Vlak voor de start is iedereen nerveus, zeker ook Karel van Wijnendalen. Germain de Rijke, winnaar van Parijs-Roubaix, de Waalse Pijl en Milaan-San Remo. Nest Sterks, de koning der kermiskoers, is 32. Pino Cerami is nog een jaartje ouder. En dit is de Waalse toerrenner Jean Brancard. Voor Van Steenbergen wordt 1955 een jaar zonder één grote overwinning. En nog snel een handtekening meepikken van Wim van Est. Hugo Coblet, le pédaleur de charme, komt voor het eerst aan de start van de Ronde van Vlaanderen. Wereldkampioen Bobet is in de voorbije jaren één keer zesde en twee keer vierde geweest in die Vlaamse topklassieker. 201 renners trekken zich op gang voor wat een schitterende ronde zal worden. Het blijft de hele dag droog, maar het is wel bitter koud. In Waarschoot, na 13 kilometer, vormt zich een kopgroep van 13 man. Met onder meer Van Steenbergen, Marcel Janssens, De Korte, de Nederlander Adrie Voorting en de Fransman Carrara. Na 147 kilometer op de Kluisberg rijdt Van Steenbergen de kopgroep aan stukken. Hij komt als eerste door op de top. Het levert hem een wasmachine rapide op. Intussen heeft de Fransman Bernard Gauthier de tegenaanval gelanceerd. We zien hem hier voor zijn landgenoot Dupont en Hugo Coblet. Hun achterstand is 2 minuten 20. Het peloton, aangevoerd door wereldkampioen Bobet, volgt op 3 minuten. En nog verderop zien we de Italiaan Loreto Petrucci. Beetje bij beetje komt alles weer samen en als we aan de beklimming van de Kloosterstraat beginnen, hebben we vooraan een omvangrijke groep. De hele foto- en filmpers is present op die klim, want daar moet het gebeuren. Als eerste passeert de Fransman Bernard Gauthier, vier keer winnaar van Bordeaux-Parijs. Daarna krijgen we Bobet in de regenboogtrui, Rick van Steenbergen, Hugo Coblet en Germain de Rijke met het nummer 31. De eerste vier zetten hun inspanning voort. Bobet, Van Steenbergen, Coblet en Gauthier, die vier gaan sprinten voor de zege. Van Steenbergen, de grote favoriet, vertrekt van ver op kop, maar wordt nog voorbijgegaan door Bobet en Coblet. Een verrassende ontknoping. Van Steenbergen legt uit. 55, dat was de ronde waar ik niet te goed over te spreken geweest ben. De bergen zijn, zijn voorbij en Coblet komt bij mij en na datum komt Bobet en Gauthier bij mij. We waren met vieren en met vieren rijden we naar de meet en we komen, ik geloof dat het dorpje Leiden was of zoiets.
Wichelen op de kilometer of 5 van de meet af. 4-5 kilometers. En we staan voor een barriel. En die 3 klimmen erover. Die 3 buitenlanders klimmen erover. Dus ik moet meegaan. In het buitenland mocht dat? Zeggen ze in het buitenland toegelaten, in België niet, maar ik klim er ook mee over. En we zijn dus terug op weg naar de aankomst en ik voel dat ik kan winnen. En er komt een auto met de leiding van een BWB, zeker van de Kerkhoven. En die zegt, Rick zegt, u bent gedeclasseerd. En vanaf dat hij zegt gedeclasseerd, kon ik weet niet, sloeg dat in mijn benen of heb ik in de sprinter niet meer kunnen uithalen wat ik normaal wel kan in de sprint, kost in de sprint. En ik word geklopt door Bobet dus. Ik had een paar weken voordien Milan San Remo gewonnen en voor mij zou het nu een groot feit betekenen indien ik ook die ronde, onze ronde hier midden in mijn streek tussen mijn supporters zou kunnen winnen. Ik reed goed en ik was te zegedriftig. Dat was de fout die ik gemaakt heb door te vroeg in de aanval te gaan. 40 kilometer heb ik alleen gestreden tegen heel de bende, omdat ik wilde winnen. Ik werd ingelopen op een paar kilometer van de aankomstlijn door Rick van Steenbergen en nadien het hele peloton. Dat was een zware nederlaag voor mij en ik heb dat lang aangevoeld. Eén voldoening had ik nog na de aankomst. Dat was dat zij die me ingelopen hadden ook niet gewonnen hadden. Want de Fransman Forestier ging dan nog op het laatst weg en won licht afgescheiden. Heb ik in 56 de wedstrijd verloren, dan heb ik veel geleerd langs de andere kant. En dan heb ik in de eerste plaats geleerd en begrepen dat men niet alleen wint met de benen, maar meer met het hoofd. Dat men moet rekenen. Met die ervaring ben ik in 57 aan de start gekomen. En ik heb het helemaal anders willen doen, omdat ik de ronde wilde winnen. En daarvoor moest ik het anders doen. Van bij de start tot halfwedstrijd gebeurde er niet veel. Enkele kleine schermutselingen, alles bleef kalm. Maar op dat ogenblik moest ik een beslissing nemen. Ik had op dat moment naast mij Desiree Keteleer, die voor mij veel betekende. En na ruggespraak met Keteleer is die vooruitgegaan met nog enkele andere renners. Het grote gevecht zou komen op de muur van Gerardsbergen. Maar ik was reeds veilig. Ik had vooraan reeds een ploegmakker, die ik nadien misschien zou bijbenen. Op de muur ontstond een gevecht en er was reeds sprake van een tweestrijd van Loy de Bruyne op dat ogenblik. Ik kon echter op de muur met nog een zestal anderen wegraken zonder van Loy. Dat gaf mij vleugels. In de spurt won ik gemakkelijk, zal ik maar zeggen. Alles was goed voorbereid. Mijn doel was bereikt. Ik had mijn Ronde van Vlaanderen als beroepsrenner gewonnen. Op 85 kilometer van de aankomst trekken Germain de Rijke, Marcel Janssens en Remo Impanis ervan onder. De Rijke en Janssens steken op de Kloosterstraat een tandje meer en Impanis kan het niet meer bijbenen. Hij wordt gelost. Dit duo wordt in de plaatselijke ronde in Wetteren nog gegrepen door eerst 4 en daarna nog 3 man. De Rijke heeft blijkbaar nog voldoende reserves. Hij haalt het voor truien, de Italiaan Conterno, Armand de Smet, Marcel Janssens, Schotten, de Italiaan De Filippis, Cerami en Molenaars. De rivaliteit tussen Fred de Bruyne en Rick van Looy heeft een hoogtepunt bereikt. Van Looy in de aanval op de Kloosterstraat. We waren weggegaan met een man of 12 op de muur van Gerardsbergen, of op de Kloosterstraat tenminste. En dan zijn we onderweg nog op een berg was een prim en hebben ze gesprint van een prim. En dan heb ik gedemereerd en dan waren we met Fred de Bruyne met 2 in de veur. En dan hebben ze gereden, ja, gelijk een keer in de ronde wel een Bardij zal ik zeggen. Maar dan hebben ze ons teruggepakt, een beetje achterhalst en dan zijn we op de nul opgekomen en 15 man geloof ik. En dan is er bij de Smet gedemmereerd natuurlijk, dat was hier in ons ploeg. Maar dan voor mij geluk geweest is Frans Goeve erachter gesprongen, dan ben ik meegesprongen. En dan ja, natuurlijk in de sprint tegen die man heb ik dat kunnen winnen. Hallo,
op een paar kilometer van het einde waren er velen die konden winnen, denk ik. Onder andere Grassik die dan heel goed reed. Van Looy die dan ook in een grote vorm was. Maar ik gaf mij een kleine kans, omdat ik in Milan-San Remo de sprint gewonnen had tegenover Van Looy. En ik ben vertrokken op 300 meter van de meet op kop. En ben ik op kop blijven tot aan de meet. Wie wil winnen moet mee zijn met Rick Van Looy. Tuur de Kabouter in het wiel dus. Aan de voet van de Kruisberg is wereldkampioen Van Looy gevallen. Na nogal wat tijdverlies begint een helse achtervolging waarbij Van Looy op geen hulp moet rekenen. In Zottegem staat Rick ontmoedigd de strijd. De ronde komt voor het laatst aan in Wettere. Tom Simpson verslaat de Italiaan De Filippis. Voor de Brit betekent dat de definitieve doorbraak als internationaal toprenner. Bij het uitrijden van Brugge na amper 45 kilometer vertrekt een commando van 14 man, aangevoerd door Rick Van Looy en 6 van zijn maats. De reactie is hevig. Langs de kust vormen zich 6 waaiers. De laatste volgt in Oostende al op 3 minuten. Maar in Roeselare is de strijd weer geluwd. In de bergstreek komen de besten vooraan. Tom Simpson, Norbert Kerkhoven, Belgisch kampioen Michel Van Aarde, wereldkampioen Van Looy en zijn ploegmaats Jeff Plankaert en Noël Fauré. Hun voorsprong schommelt tussen 1 minuut en 1 minuut 30. Tom Simpson kijkt op geen inspanning. Van Looy heeft buikkrampen en is blij dat hij bij een gesloten overweg even van de fiets kan. En dat waren vooruit mijn mannen of 6, 7 en dan ben ik op les nog gedemareerd. Maar dat waren 2 mannen. Plankaert was daarbij en Fauré. Dat waren mannen van mijn ploeg, zo gezegd. Dan ben ik alleen binnengekomen. Ja. Hartstochtelijk bejubeld en toegejuicht doet de wielerkeizer zijn intrede in de nieuwe aankomstplaats Gentbrugge. Zoals ieder jaar massale belangstelling voor de start in Gent. Een lachende Norbert Kerkhoven, een subtopper. André Noyelle, gewezen Olympisch kampioen, zelfs een koffer sjouwend. Belgisch kampioen Jeff Plankaert, het jaar voordien ook tweede in de Tour. De West-Duitser Rudi Altig, een latere wereldkampioen. En tenslotte Abe Geldermans, titelvoerend kampioen van Nederland. De eeuwige favoriet is Rick Van Looy, die na een conflict met zijn sponsor nieuwe kleuren verdedigt. Zijn ploeg is verzwakt. Fauré en Plankaert zijn er niet meer bij. Het wordt meer dan ooit Van Looy tegen allen. De Kwaremond en zijn knotwilgen. Daar klopt het hart van de ronde in die jaren. Het wegdek is nog niet geasfalteerd en de strijd speelt zich af op het fietspaadje. Frans Arenhouts breekt de wedstrijd open in dienst van Rick Van Looy. De schifting is gebeurd met vooraan hier Simpson, Poulidor, Jocke Wouters, Fauré en Van Itse. Poulidor en Van Looy vallen aan op de hellingen, maar worden gecounterd door Simpson, Van Aarde, Van Itse en Fauré. Ja, misschien met er nog 4, 5 van de aankomst. Zus van Merlebeek is Simpson weggesprongen, ik ben er naartoe gesprongen. En naar mij is Altig en Melkebeek erbij gekomen. We zijn er met 4 de laatste ronde ingegaan en dan is Altig gevallen. Ik was normaal wel geklopt van Melkebeek, maar dan, ik reed die dag voor me daar wel goed. En ik dacht, ik moet hem verrassen. Ik heb gedemareerd, een beetje veilig voor dat de sprint moest weggaan. En ik nam 3, 4 lengten zeker en Melkebeek is nog niet meer teruggekomen. Met een gemiddelde van 40 km 600 wint Noël Fauré de snelste ronde uit de geschiedenis.
Er staat een felle wind en de strijd wordt lang uitgesteld. Op 60 kilometer van de aankomst rijdt een superieure Rudy Altig echter alleen van zijn tegenstanders weg. De rivaliteit in de groep is groot. Peter Post en Rick van Looy weigeren de handen in elkaar te slaan. Altig, een geweldig temporenner en sprinter, haalt een nieuw recordgemiddelde, 41 per uur. Hij wint met ruim 4 minuten voorsprong. Het is de eerste Duitse overwinning in de ronde en een striemende Belgische nederlaag. Een rustig voorspel en dan een felle finale. Zelfs is weggesprongen op de Valkenberg. Ik ben voor de Kasteelstraat ben ik hem achterna gegaan. Ik heb me vervoegd en we zijn samen doorgegaan. In het begin was het zo, Zelfs die reed geweldig sterk. Maar ja, na hoe lang we dichter aan de Arrivé kwamen, zag ik dat zijn krachten minderen. Dus ik kreeg steeds meer hoop op de overwinning. Voor Jodero de zesde klassieke overwinning in 4 jaar. De ronde blijft jong, ook al is dit de 50ste editie. De ongeëvenaarde amateursgeneratie van 1964 is er voor het eerst bij. Maar in een paar massale valpartijen worden de twee aanvoerders van de nieuwe lichting, Eddy Merckx en Walter Godefroot, vroeg uitgeschakeld. Willy Plankaert doet het dan maar. Hij komt als eerste op de Kloosterstraat in Geraardsbergen voor Gianni Motta. Zo ontstaat een kopgroep van 14. Wart Zels, al een jaar lang intrinsiek de beste klassieke wegrenner ter wereld, treedt eindelijk uit de schaduw van Rick van Looy. In de sprint verslaat hij Durante, Georges van den Bergen, Guido Rijbroek en Willy Plankaert. Dit is de levenswedstrijd van Noël Fauré, die in de finale is ontsnapt met Dino Zandegu. De Italiaan is nog fris, want hij kwam pas laat in de wedstrijd bij Fauré, die al vanaf de 10e kilometer in de aanval rijdt. Het tweetal heeft in de slotfase Eddy Merckx verrast. Merckx heeft in de achtervolging een blok aan het been. Gimondi, ploegmaat van Zandegu. Merckx had eerder in het seizoen al zijn tweede Milaan-San Remo en Gent-Wevelgem gewonnen. Ook Barry Hoban en Willy Monti zijn mee. In de sprint geraakt Noël Fauré niet voorbij Zandegu, die zijn eerste grote overwinning behaalt. Noël Fauré had kennelijk op meer gerekend. Hij is 34 en dit was zijn laatste grote kans. De muur begint het beslissend gevecht op initiatief van Wart Zels, Poulidor en Eddy Merckx. Maar de oude Rick van Looy is nog met de besten mee. En hij blijft mee, wat Merckx en Poulidor ook proberen. Wegens vorkdefect neemt wereldkampioen Merckx voor de laatste 50 kilometer een andere fiets. Walter Godefroot is nog buitengewoon fris. Het is ook een gemakkelijke ronde, met mooi weer en een recordgemiddelde van meer dan 42 per uur. Rick van Looy heeft zich voorgenomen het achterwiel van Merckx niet meer los te laten. Guido Rijbroek probeert zijn medevluchters nog te verrassen, maar hij heeft geen succes, evenmin als Wart Zels. Het wordt een onvergetelijke sprint. Walter Godefroot haalt het voor Rijbroek, Altig, Jan Jansen en Daniel van Rijkegem. Walter Godefroot is onweerlegbaar de sterkste sprinter ter wereld geworden.
Blikvanger Eddy Merckx wordt geviseerd door de andere groten, onder meer Walter Godefroot, Felice Gimondi en Raymond Poulidor. Na 85 kilometer zorgt Eddy al voor een eerste schifting. Op de intussen geasfalteerde Quaremont telt het koppeleton als gevolg van zijn actie nog slechts 31 man. Merckx rijdt meer op kop dan de 30 anderen samen, tot hij in volle zeilen op een vlakke weg zomaar wegrijdt van zijn laatste gezellen. Jos Pruyt en Julien Stevens zijn blij dat ze mogen afstoppen. De aankomst ligt nog 75 kilometer ver. Merckx staat er alleen voor, in regen en wind. Zijn sportdirecteur Lomme Driessens heeft hem gek verklaard. Lekke band voor Gimondi, maar Merckx heeft dan al 5 minuten voorsprong. Hoe zou de eerlijst van Gimondi er hebben uitgezien zonder het fenomeen Merckx? In deze finale rijdt Eddy Merckx zoals Fiorenzo Magni in 1951. Maar over het geheel van de wedstrijd, waarin hij haast bestendig op kop reed, overtreft Eddy al zijn voorgangers. Dit is de absolute topprestatie uit de hele ronde geschiedenis. Merckx heeft in Gentbrugge ruim 5,5 minuut voorsprong op de tweede, Felice Gimondi, en 8 minuten op de derde, Marino Basso. Ik heb feitelijk niet gedemareerd. Ik heb gewoon tempo op kop gereden. Er is een... Ik had een gat gemaakt en toen zei ik dat Bitossi het gat moest toemaken. Ik zeg ja, dat zal wel toch een inspanning zijn met Bitossi. En toen ben ik doorgereden en ja, op een zeker ogenblik wist ik niet te goed wat ik moest doen. En... Is het waar dat jij, toen je 1 minuut voorsprong had, op een bepaald moment met je sportdirecteur gesproken hebt en gezegd wil ik me laten inlopen? Ja, ik wist niet goed wat ik doen. Ik wist dat de wind tussen Ninoven en Nederblaken zeer op kop lag, zeer sterk op kop lag en daarmee... Ik was een beetje benauwd, want het wild was toch nog een goed stuk. Maar ja, het is goed afgelopen. Hè. Eddy, je bent groot favoriet voor deze Ronde van Vlaanderen. En... Het werkt soms dit wel op het systeem, zoals men zegt, van iemand die als favoriet erop wordt gezet. Maar ja, zenuwachtig. Ik was een beetje zenuwachtig zo voor een grote wedstrijd natuurlijk. Maar ik denk dat iedereen een beetje zenuwachtig is, want ik denk wel dat iedereen denkt van ik te winnen. Goeie schaam. Eddy, ik heb nog geen dingen gedaan van de koers. Hoe gaat het verlopen? Patrick. Ja, klaar. Jij hebt speciaal schoen slaan. Vind je het zo koud? Ja, nu is het niet zo koud, maar het kan koud worden en fit kan beginnen. Het is bijzonderlijk voor de regen. Hè. En wat heb je aan je knieën? Ja, ik heb nog altijd een beetje pijn in mijn knie van Gent-Wevelgem, ik denk van de koude. En, Van de kamer hindert dat? Nee, dat hindert niet en ik kan het ook aftrekken op plaats van de koers. Hè. Weet jij wat hier te verdienen is in de Ronde van Vlaanderen? Wat blijft? Hoeveel de prijzen zijn? Hoeveel de prijzen? Weet jij dat? Nee, ik weet niet hoeveel dat de prijzen zijn. Wat denk je van de eerste heeft? Ik denk 10.000 frank. Ah, dat weet je toch. Vind je dat veel? Wat blijft? Vind je dat veel of weinig? Ja, voor zo'n koers is dat eigenlijk niet te veel, denk ik wel. Waarom rijdt men dan? De mensen denken dat je miljonair bent als je zo'n koers wint, maar het is allemaal nog Sherry of dat ze er iets van denken. Cosa c'è dentro? Sherry. Kom met Sherry. Un show special pour le froid. Posso provare? Sì, ma poco, eh. Attenzione. Ah, sì. Formidabile. Men no. E la beve quando? Durante la corsa o sul pullman, se sono fermato. De laatsten zullen de eerste zijn, schijnt het devies te zijn van Rick van Looy. Ex-tourwinnaar Roger Pinjon rijdt 70 kilometer alleen voorop. Maar hier op de muur begint hij het moeilijk te krijgen. Eddy Merckx beukt de nog compacte grote groep bijeen.
Wie nu niet fris meer is, valt door de mand. Eddie. Dat is de kreet die op de Varend weer klinkt. Een ontketende Merckx leidde achtervolging op Pinjon die snel zal worden ingelopen. Verbeek gaat duidelijk tot het uiterste om in het spoor van Merckx te blijven. 10 kilometer voor het einde weet men dat de winnaar Merckx, Godefroot of Le Mans zal heten. Walter Godefroot heeft een superdag en waant zich in de sprint onklopbaar. Maar hij heeft te veel krachten verspild en geraakt niet meer voorbij Le Mans. Merckx wordt derde op een leeglopende tube. Eddy Merckx wil wel, maar kan niets forceren. De Geest en vele anderen volgen de Belgische kampioen in al zijn bewegingen. Jos Bruyt gaat in de aanval met de Fransen Jourdain en Hésard. De laatste demarrage komt van de Nederlander Eef Dolman. Hij behaalt onverwacht de grootste overwinning uit zijn loopbaan. Wereldkampioen Merckx test de tegenstand een eerste keer op de Quaremont. Maar slechts 5 renners zullen op deze brede asfaltweg loslaan. Tony Houbrecht springt, maar Eddy Merckx is waakzaam. Op de hellingen gaat hij zelf alsmaar aanvallen. Maar Erik Le Mans is altijd mee. Voorbij de Steenbeekberg geraken Merckx en Le Mans 20 seconden voorop. Maar Felice Gimondi bewerkt een hergroepering. Op 10 kilometer van Gentbrugge komt de beslissing. 7 man zijn weg. Merckx, Le Mans, Verbeek, Dieriks, Rosiers, Swerts en Willy de Geest. Stevast een uitblinker in de ronde. Erik Le Mans is, net als het jaar voordien, de snelste. Tweede wordt Dieriks, derde Verbeek, vierde De Geest, vijfde Rosiers, zesde Swerts en zevende Merckx. Erik Le Mans is in de ronde opnieuw boven zichzelf uitgegroeid. In 1973 maakte de BRT een reportage over de reportage. Om een wielerwedstrijd in beeld te brengen, is een massale inzet van materieel en personeel vereist. Er was een tijd dat het anders was. Aanvankelijk werkte de kiniast vanuit de wagen. De renners in beeld houden was moeilijk, erbij geraken soms onmogelijk. De camera op de wagen was een verbetering. De cameraman mocht echter de dood niet vrezen. Geleidelijk werden de camera's handiger, de concurrentie scherper. In de beginperiode van de tv werd enkel de spurt in beeld gebracht met vaste camera's. De komst van de mobiele camera's betekende een revolutie. De kijker zat nu samen met de renners in de koers. En sedert er ook een camera in de helikopter werd geplaatst, bereikt het in beeld brengen van een wielerwedstrijd bijna de perfectie. Ja,
Sportief hebben ze een goede namiddag vanuit Meerbeke, waar wij dan straks de aankomst krijgen van de Ronde van Vlaanderen. U weet het voor de eerste maal dat de Ronde van Vlaanderen aankomt hier in Meerbeke. L'arrivo quest'anno è a Meerbeke. È stato cambiato il tradizionale arrivo a Gentbrugge, che era la periferia di Gand. Ora ci siamo spostati al confine tra le Fiandre orientali. En we zitten hier nu bij de leiders met Van de Vijver in beeld. Dan komt Frans Verbeek daarnaast. Dan zullen we meteen de 13 beter leren kennen. Walter Godefroot hier. Dan hebben we Patrick Sercu, Eddy Merckx. De renners zijn in Geraardsbergen, een van de traditionele breekpunten van de ronde. Ook in de regiewagen stijgt de spanning. Ja meneer, Luc, blijf maar gerust staan. We gaan daar nog de groep nemen als de groep er komt. En daar gaan we vertraging van teruggeven als het de moeite is. Een van die drama's langs de weg. Frans Verbeek heeft bandbreuk. After already having completed 140 miles and the rain which has been threatening all day, a strong gusty wind, and now the rain is beginning to fall slightly as we come back down onto the road. Een kille regen en striemende wind maken de finale nog harder en vooral op de nu gladde keikoppen ook gevaarlijk. En niet alleen voor de renners. Dus aan de leiding nu, Erik Le Mans, in tweede positie Roger de Vlaming en derde dan Eddy Merckx daar. Roger de Vlaming zal door pech nog uit het leidersgroepje wegvallen en zo gaan ze met vier naar de streep. Eddy Merckx, Freddy Maartens, Erik Le Mans en Willy de Geest. Dit is de laatste rechte lijn met Freddy Maartens op kop voor Eddy Merckx en Erik Le Mans. Maartens trekt zich op gang. Maar Erik Le Mans heeft het initiatief overgenomen. Hij ligt van ver op kop. En dan komt Maartens aanvallen. Maar hij sneuvelt. Erik Le Mans is, zoals Achille Buysse en Fiorenzo Magni, voor de derde keer winnaar van de ronde. Inmiddels zijn de commentatoren aan de herhaling van de sprint toe. En dan toch Freddy Maartens, die zeer goed terugkwam op het laatste. Die merkt die spontaan rechts toegaf moreel reeds overwonnen te zijn bij het. Beter werd even met de arm geduwd, maar daar kunnen we geen bezwaar van noemen. Freddy Maartens die zich vrijmaakt en komt hier zeer gevaarlijk naast Erik Le Mans spurten. Zoals het geleden jaar van jou? Wel, ik heb me voorbereid in Nice en daar was het elke dag over de derby. Dan ben ik met zeven koersen in de benen naar Nomme van Volk gekomen. Ik zal trachten de ronde in Vlaanderen te houden. De bescheiden Nederlander Kees Bal heeft met een late aanval de rivaliteit van de snelle mannen handig uitgebuit. Deze ronde wordt in de finale verlamd door de sprinters. Iedereen kijkt naar Merckx. Niemand neemt enig initiatief. De 22-jarige Kees Bal wint met 20 seconden voorsprong. Het is, zoals voor Dolman, de belangrijkste zege uit zijn carrière. Dirk Baert, de specialist van de lange ontsnappingen, wordt na een solorit van 150 kilometer voorbijgereden door Eddy Merckx en Frans Verbeek. Merckx heeft het offensief ingezet op 104 kilometer van de aankomst. Vooral op kasseien en hellingen voert de wereldkampioen een hels tempo. Het peloton is er aanvankelijk vrij gerust in, maar Freddy Maartens en Michel Pollentier proberen de achterstand toch te beperken.
Op 65 kilometer van Meerbeke bedraagt het verschil 1 minuut en 10. Op de vlakke wegen doet Verbeek zo goed en zo kwaad als het kan zijn deel van het werk. Op naar Gerardsbergen. De Merkster, Rosé de Vlaam, de Walter, Goh, de Vlot, Frans, Verbeek, Freddy, Martens, Simone, Macaroni, Spaghetti, de Frutje, Zoete, Melk, Botermelk, Karnemelk, Vlot, Smelly, Schoppen, Melk, Karop, Rol, de Tabak, Stokken, Rol, de Wollen, Stik, Spellen, Kattekes, met de Rode van Frankrijk, en Patroos, met die Lely. Daar zijn ze, Merks en Verbeek, al 75 kilometer samen voorop. Frans Verbeek sterft hier wel 10 keer, maar houdt stand. Roger de Vlaming leidt het peloton van de verliezers, die doorkomen op 3,5 minuut. Pollentier is met hem mee. Dan volgen Pintens, Maartens, Dieriks en De Meijer. Merckx en Verbeek blijven ongenaakbaar voorop. In Denderwindeke, op 5 kilometer van de finish, bedraagt de voorsprong meer dan 4 minuten. En dan gaat Merckx. Verbeek kan er alleen maar naar kijken. Nooit in zijn leven heeft hij meer afgezien. De vermetelheid om met Merckx mee te springen heeft hij met veel pijn betaald. Niemand heeft ooit zo de ronde gedomineerd als Eddy Merckx, die hier zijn prestatie van 1969 vrijwel evenaart. Achter de winnaar een gedubbeld groepje dat nog aan de plaatselijke ronde van 12 kilometer moet beginnen. Frans Verbeek, de eervolle tweede, is de enige die de schade heeft weten te beperken. Frans Verbeek, gefeliciteerd voor die prachtige wedstrijd. Jij bent natuurlijk op een fantastische Merckx gevallen, dacht ik. Het is ongelooflijk vrij dat hij rijdt. Je kunt dat niet zeggen. Ik heb formidabel afgezien. Ik moet zeggen, gelijk als deze. Hij rijdt 5 per uur te snel voor ons. Ik weet niet wat dat is. Hij rijdt eens zo rap als verleden jaar nog. Met zijn vijven de finale in, maar Maartens en de Vlaming hebben alleen oog voor elkaar. Een oude vete, dus blijven ze nog met drie. Niemand meer te zien. Er wordt gespeurd voor de eerste plaats met Francesco Moser, Mark de Meijer in tweede positie en als derde van Frans Blanca. Ja, die ook nog altijd, Mark, dat de Vlaming en Maartens op de rug komen vallen. Francesco Moser is iemand die traag op gang komt. Wel flanker. Flankaart. Walter. Als jij nou niet wint. En als jij nou geen twee kaarten doet branden. Voor Moser en Mark de Meijer. Nee. Dat was te duidelijk. Walter Flankaart wordt overwinnaar van deze Ronde van Vlaanderen Sportliefhebbers. Walter Flankaart eerste. Moser tweede. En de Meijer derde. En daar krijgt men nu de spurt. De eerspurt. Tussen de Vlaming en Maartens een afrekening laten we het zo gaan stellen. Het is Roger de Vlaming die de vierde wordt voor Maartens op precies 15 seconden. Eddy Merckx, die zelf niet meer tot de favorieten behoort, gooit de ronde al lopen in Deerlijk. Merckx geniet van zijn populariteit op de oude Quaremond. De helft van het deelnemersveld wordt hier naar huis gereden. Op de Koppenberg heeft de oude meester 1 minuut voorsprong. Roger de Vlaming heeft de achtervolging ingezet, gevolgd door wereldkampioen Freddy Maartens, die wegens defect een fiets van een toeschouwer heeft genomen. Walter Plankaert komt als derde voorbij en Erik de Vlaming als vierde. De zevenvoudige wereldkampioen veldrijden voelt zich thuis op de Koppenberg. Roger de Vlaming is lek gereden, maar voor hem staat niemand met een andere fiets klaar. Een tijdverlies van meer dan een minuut. Freddy Maartens is intussen bij Merckx gekomen.
Maar voorbij de Volkegenberg is de Vlaming, na een fantastische inspanning, ook mee vooraan. De grote drie zijn nu samen. Freddy Maartens is de beste van de drie leiders. Merckx rijdt nog mee, maar op de Varend zal hij de ronde verlaten en er nooit meer terugkeren. Nog geen jaar na deze ronde is zijn carrière immers afgelopen. Freddy Maartens krijgt maar weinig steun van Roger de Vlaming. De wereldkampioen heeft intussen vernomen dat hem wegens de fietswissel voor de Koppenberg een disqualificatie boven het hoofd hangt. Toch doet Maartens voort. Hij rijdt als een ware wereldkampioen en levert een van de topprestaties uit zijn loopbaan, wat hem veel respect en sympathie oplevert. Ja, dat is mooi voor die mensen die daar staan. De Vlaming gaat proberen. De Vlaming gaat proberen. Nee, wat rijdt Maartens goed. Wat rijdt Maartens goed. De politieagent is supporter van de Vlaming. Officieel mag het niet, maar het is ook een mens. Even nog praten met Guillaume Driessens. Guillaume, kan u zeggen, Freddy, ja. Kijk nu een keer. Niet meer aan de leiding rijden, werd er gezegd. Dit is de eerste keer dat we Freddy Maartens in tweede positie zien. Hela, daar hebben we het al. Roger de Vlaming wordt geschreven, geboekt als overwinnaar van de Ronde van Vlaanderen 1977. Een Ronde van Vlaanderen waar nog veel van over gediscussieerd wordt. En er wordt hier aardig wat negatief geschreven naar de Vlaming. Ja, allee. Johnny Terp, een grote kampioen in mijn deugd niet aanzet. Formidabel lelijk is dat. Roger de Vlaming krijgt de Ronde van Vlaanderen. In de bergzone zijn Pollentier, Kuiper en Ludo Peters betrokken in een kort maar hevig offensief dat is ingezet door Bernard Hinault, die het jaar voordien naam heeft gemaakt als laureaat van Gent-Wevelgem en Luik-Bastenaken-Luik. Uit aversie voor de Koppenberg zal Hinault later de Ronde van Vlaanderen definitief de rug toekeren. De beslissing is gevallen op 35 kilometer van Meerbeke met Belgisch kampioen Michel Pollentier, Godefroot en de West-Duitser Gregor Braun. Er komt weer een grote naam op de erelijst. Walter Godefroot, 34 en jarenlang de beste klassieke wegrenner na Merckx, behaalt na 10 jaar zijn tweede rondeoverwinning. Raas, De Vlaming, De Meijer en Walter Plankaert, die valt. De besten zitten weer vooraan op de fel omstreden Koppenberg, die echter te ver van de aankomst ligt, zodat de kopgroep voor Geraardsbergen alsmaar aangroeit. We zien hier in het wiel van Lubberding en Kuiper Guido van Kalster, Raas, De Meijer, Moser, Toerouw, Schepmans, De Vlaming, Plankaert, Willems, Godefroot en Zoetemelk. Ontsnapping van Jan Raas. De Vlaming en Moser temporiseren, maar Toerouw gaat erachteraan. Hij zal echter op 200 meter blijven hangen. Jan Raas blijft in de laatste 30 kilometer alleen voorop. En met deze overwinning kroont Raas zich tot de nieuwe koning der klassiekers. Mark De Meijer en Francesco Moser lanceren met Michel Pollentier en Jan Raas de finale op de Koppenberg, die Roger de Vlaming zo lief is. Maar met een haperend versnellingsapparaat kan ook hij de koppige berg niet baas. Geen paniek echter. Hier valt immers nooit
de definitieve beslissing. Michel Pollentier, Francesco Moser, Freddy Maartens, wereldkampioen Jan Raas en, jawel hoor, ook Roger de Vlaming behoren verderop tot de kopgroep. Moser houdt van de Vlaamse hellingen. Hij bestormt de muur met in zijn spoor Pollentier, Raas, Maartens, de Vlaming, De Meijer, Duclos Lassalle, Frank Hoste, nationaal kampioen Gerry Verlinde en Sean Kelly. Voorbij de Bosberg zijn Pollentier en Moser er vandoor gegaan. Dit wordt de beslissing. Jan Raas voelt dat en springt alleen achter de vluchters aan. Maartens, de Vlaming en de Meijer schieten tekort. Jan Raas niet. Hij pikt aan bij Moser en Pollentier. Het wordt een finale met drie. Michel Pollentier probeert herhaaldelijk alleen weg te komen, speculerend op de rivaliteit tussen de twee superstars, Moser en Raas. Het lukt niet. Ook de Italiaan en de Nederlander willen maar al te graag winnen. Jan Raas is theoretisch de snelste, maar de laatste demarrage van Michel Pollentier is de goeie. De West-Vlaming wordt eindelijk beloond voor het prachtwerk dat hij jarenlang in de ronde heeft geleverd. De finale breekt los op de Bosberg met een demarrage van de Vlaming. Maar Pollentiertje, wat rijdt hij toch altijd snedig in de ronde, is mee. Dan komen Willems en De Wolf, de aanvoerders van de nieuwe generatie, met Jan Raas erbij. Nieuwe aanval van de Vlaming, de meest frisse man in deze finale. Maar Cammingman Sean Kelly gunt hem geen bewegingsvrijheid. Hergroepering en dan is Kuiper weg. Met rugdekking van de Vlaming in de rol van Luxeknecht. De teerlingen zijn geworpen. De 32-jarige Henny Kuiper heeft het goed en vooral handig gespeeld. Het is mooi weer en er gebeurt niets tot de Taaienberg, waar wereldkampioen Freddy Maartens wegens herhaald pech uit een omvangrijke kopgroep verdwijnt. Nog voor de muur valt René Martens aan. Hij blijft alleen voorop met een voorsprong die nooit meer dan 45 seconden bedraagt. Een sterk nummer. Een sprinter in de tegenaanval, Eddy Plankaert. Maar hij komt te laat. De verdienstelijke René Martens behaalt zijn eerste klassieke overwinning. Op 20 kilometer van de aankomst meldt zich een negenkoppige leidersgroep. Jan Raas, de beste man in de wedstrijd, demareert. Ludo Peters stopt af. Een automatisme. Niemand contesteert het meesterschap van Jan Raas. Phil Anderson doet slechts even alsof. Een lauwe reactie van Sergeant wordt moeiteloos geneutraliseerd door Peters. Nooit was het overwicht van de ploeg Post zo drukkend. Jan Raas behaalt zijn tweede ronde overwinning voor zijn ploegmaat Ludo Peters. Rudy Matthijs ging in het offensief op de Volkegen. Hij kreeg de steun van Van den Houten en de Keulenaar. Zij hielden het vol tot voorbij de muur van Gerardsbergen. Het rug nummer 60, dat is Filip van den Branden.
daar zit ook bij met het nummer 55 Rudy Matthijs. Met het nummer 24 is dat Johan Lammert. En dan komen we bij de renners die daar straks voor aanreden. Ferdy van den Houten, die is dus ingelopen. Ook Ludo de Keulenaar met het nummer 22. Dan krijgen we daar Jean-Luc van den Broeke. En aan de leiding misschien wel de voornaamste zegenkandidaat voor vandaag, Sean Kelly. En nu Johan Lammers toch weer. Helemaal links. En nu moeten ze uitkijken. Misschien wacht Kelly even en springt hij dan in zijn eentje naartoe. Maar heeft Lammers genoeg in huis om dit tot een goed einde te brengen? En de Keulenaar moet al reageren, want er zijn renners die een tegenactie hebben opgezet. Keulenaar nu in dienst van zijn ploegmaat Johan Lammers. Het zal natuurlijk een sterk staaltje zijn als Peter Post hier met een van zijn renners uit de tweede rij, met een van de helpers uit de ploeg, toch de overwinning zou kunnen binnenhalen. De overwinning is voor Johan Lammers, jonge Nederlander, 23, uit de ploeg van Peter Post. Opnieuw een succes dus voor dit team. En gelukkig is hij winnaar dus, Johan Lammers. Een goede middag, dames en heren, vanuit de 69ste ronde van Vlaanderen. Die vandaag vanwege de erbarmelijke weersomstandigheden bijna een heroïsche dimensie krijgt. Ware slagregens hebben het peloton vooral op de kasseien uiteengeslagen. Van de 173 deelnemers blijven er momenteel na 200 kilometer slechts 30 à 35 over vooraan. En zij melden zich nu op de Koppenberg, op slechts 70 kilometer van de aankomst. Het merendeel van de 12 hellingen zijn trouwens, in tegenstelling met vroeger, geconcentreerd in de finale. En dat kan misschien bepalend worden voor het wedstrijdverloop. Een nieuwsoortig parcours, waardoor wij ook rechtstreeks in de ether zullen kunnen blijven de hele namiddag door over die laatste 70 kilometer. En Phil Anderson en Eddie Plankaert uit de ploeg van Peter Post hebben daar de leiding genomen. Een andere renner komt nu naar voren. Links op uw scherm. In botsing er bijna gekomen met een fotograaf. Verderop volgen dus nog altijd Plankaert en Anderson. Met Kelly ook. En Greg LeMond daar in het wiel van Phil Anderson. Eén man aan de leiding hier op die beruchte Koppenberg. En er is een kloof geslagen. Eddie Plankaert heeft zich ook afgezonderd in tweede positie. Dan komt Anderson. LeMond die daar in de berm terechtkomt. Van der Poel hier. Kelly die daar ook stilvalt. Jeff Leekens zet voet aan de grond. Moeter is hem gepasseerd. LeMond te voet naar boven. Marc Sergeant wordt voortgeduwd door een toeschouwer. Hier is Walter Plankaert. Henny Kuiper daar, de winnaar van Milaan Sanremo. Fiets op de schouders. Vecht er nog een robbertje uit met een toeschouwer. Rudy Rogiers komt er ook aan met Jean-Marie Wampers, Paul Hagedoorn, Etienne de Beulen, Colijn en Erik van der Aarde. Daar net even te zien, daar is hij met de Belgische kampioenentrui. Erik van der Aarde, zwart-geel-rode trui, blijft op de fiets, maar alle anderen te voet naar boven klauteren. Opspattend slijk hier onder de wielen van de motoren en de fietsen. De hele dag heeft het al geregend. Slopen de wedstrijd hier onder van Vlaanderen. En daar komt de man in het decor terecht. Een renner van de ploeg. Thorhout Werchter. Dat is de herhaling. Komt er in de vrije natuur terecht. Alsmaar Henny Kuiper. IJzeren conditie moet hij hebben om dat allemaal te doen. En Anderson en Van der Poel blijven hangen, worden gegrepen. Demarrage van Van der Aarden in de achtervolging.
Kelly blijft zitten. Anderson kijkt uiteraard om. Liekes heeft er net een inspanning gedaan. Verhoeven blijft zitten. Van der Aarde weg. Verhoeven reageert nu toch en wil Anderson countert hem al meteen. En meteen heeft hij een kloof geslagen. Rudy Rogiers nu recht op de trappers. Maar Anderson als perfecte waakhond mee. En bij het binnenrijden van Parijke nog steeds 25 seconden achterstand voor Erik van der Aarde. En daarachter Rudy Rogiers en Phil Anderson nog verder op het groepje. Misschien gaat Erik van der Aarde wel even wachten op Phil Anderson. Schitterende ronde van Vlaanderen vol peripecieën. Nog altijd Rogiers met Anderson, maar Liekens brengt de achtervolgers dichterbij. En Anderson springt nu van Rogiers weg. Rogiers richt zich op. Anderson heeft dat perfect gezien. En die gaat nu proberen in één tijd door te malen tot bij zijn kopman Van der Aarde. Indrukwekkende Phil Anderson. Ja, Van der Aarde heeft het begrepen. En nu met z'n tweeën achter Kuiper aan. Henny Kuiper drinkt niet te fel meer aan, nee. Tast even in de achterzak en heeft gezien dat de twee anderen op komst zijn. Ze komen dus samen. Van der Aarde trekt zijn regenjas uit. Maar ze blijven goed samen. Kuiper die het tempo aangeeft en de anderen die hem doodgemoedereerd volgen. En daar is Erik van der Aarde, de Belgische kampioen, op kop op de muur van Gerardsberg met een kleine voorsprong op Phil Anderson en Henny Kuiper. 9 seconden konden we daarnet aflezen van het scherm. En hij gaat door, is nog niet boven. Straks moeten ze nog een haakse bocht naar rechts nemen. Kuiper is Anderson voorbij gegaan. De fotografen doen ook een beklimming van de muur. Daar is hij, Erik van der Aarden. En de chronometer loopt. Aerodynamische positie hier in de afdaling. Indrukwekkend. Erik van der Aarden. 7 wedstrijden heeft hij al gewonnen dit jaar, maar dit zal uiteraard de mooiste zijn. De voorsprong van Erik van der Aarde is nog groter geworden, 3/4 minuut. Dus Erik van der Aarde op 1 km of 6 van de aankomst. Na een schitterende ronde van Vlaanderen, van alle renners eigenlijk. Maar uiteraard van Erik van der Aarde rijdt hij dus nu op zo'n 1 km of 6 van de aankomst in Meerbeke met een voorsprong van 45 seconden. Laatste rechte lijn, nog 700 meter is Erik van der Aarden verwijderd van de overwinning. En dat is dan de eerste klassieker buitencategorie die op zijn palmares komt. En hij treedt meteen in de legende van de Ronde van Vlaanderen door de manier waarop hij hier de overwinning inpalmt. Een absolute topprestatie. En van der Aarden bereikt dus als eerste de streep. Mag rustig omkijken. Eerste, Erik van der Aarden. Daar komt hij. Groet het publiek. Mooier kan het niet. Eddy Plankaert verkeert in een superdag. Hij spaart gewoon de getrouwde krachten niet. Met de Canadees Steve Bauer bestormt hij de muur. Bauer gaat er nu met forse pedaal. Slag vandoor. En Plankaert veel moeizamer. Hier zien we inderdaad duidelijk het verschil. En we begrijpen nu al beter die vrees van Walter Plankaert. Steve Bauer, duidelijk de sterkste van de twee. Eddy wat door zijn beste krachten heen, over zijn hoogtepunt heen, met die grote versnelling nog altijd klauterend op die muur. Dat wordt nog zwaar hier naar het einde toe.
En kijk, daar is Kelly nu al met Le Monde. Met Criquillon. Met Flip van den Branden, met Adrie van der Poel. Segers ook hier links in beeld, Erik van der Aarden dan. Bauer wordt bijgehaald door Kelly en van den Branden en ook nog door Adrie van der Poel. Dus afwachtende houding aannemend hier voor de sprint met Sean Kelly in eerste positie voor Van der Poel. Dat zijn vermoedelijk de twee die het zullen uitvechten voor de overwinning. Van Bauer mogen we aannemen dat hij is uitgeteld. Van den Branden heeft ook fel gewerkt nog in die laatste kilometers. Kelly neemt het initiatief, begint van zeer ver zoals hij dat heeft gedaan in Milaan-San Remo. Bauer, een geweldige vechter, blijft toch nog aandringen, maar het is Van der Poel en zelfs Van den Branden. Ze zullen nu op één lijn gaan sprinten. Bauer dringt nog aan. Van der Poel is uiteindelijk de snelste. Wij zien die sprint trouwens nog een keer. Kelly dus lange tijd op kop in die sprint. En dan zal Van der Poel toch komen. Daar gaat hij. Kelly kan de aanval niet opvangen. Wijkt uit naar links. Maar Van der Poel gaat hem onweerstaanbaar voorbij. Eerste Van der Poel. Tweede Kelly. Derde Van den Branden. Vierde Bauer. In de ronde van 87 gaat de Koppenberg kopje onder. De ontsnapte Jesper Skibu wordt brutaal aangereden door een volgwagen. De druppel die de emmer doet overlopen. De zwaar gecontesteerde bult wordt in de volgende edities geschrapt. Nog 16 kilometer te gaan. En de beste 10 blijven nog altijd samen. En nu toch een demarrage van Claude Criquillon. Claude Criquillon, maar Kelly gaat reageren. Sergeant springt ook aan de andere kant van de weg. Nu kan het steekspel beginnen, maar Piper in zijn knechtenrol. En ook Steven Rooks reageert. Criquillon weg. Sergeant erachteraan. Piper als waakhond mee. En hier is dan Steven Rooks. Criquillon nog niet bijgehaald. 1 minuut en 5 seconden voorsprong voor Claude Criquillon. Claude Criquillon heeft dus gewonnen spel. Een Waal die de Ronde van Vlaanderen wint. Claude Criquillon, laatste rechte lijn, nog 600 meter op weg naar de zege. Claude Criquillon, verdiend en schitterend winnaar van de 71ste Ronde van Vlaanderen. En daar flitst Adrie van der Poel weg, de Nederlandse kampioen. Waant zich niet zeker in de sprint. Probeert het dus alleen, even aarzeling. Een paard is een ploegmaat, die zitten lekker af te stoppen. Montet rijdend. Van der Poel gaat dus alleen door. Hij is wel snel, maar er zitten hier nog te duchte sprinters. Onder meer die Plankaert. Met Teunissen in het wiel, Rooks die ook afstopt. En alweer een counter van Phil Anderson. Maar er komt reactie van de ploeg PDM. Voorop dus Adrie van der Poel. De reactie is er van Phil Anderson. Mark Sergeant aarzelt aan de zijde van Rudy Danens. En ze zijn met z'n tweeën weg. En het stipje daarachter, dat is misschien Eddy Plankaert. Ja, daar komt hij. Van der Poel, bijgehaald door Anderson. En nu ook Eddy Plankaert. We naderen de Bosberg. En vooraan zien we dat Adrie van der Poel heeft afgehaakt, ging er rechts in uw beeld. Hij moest dus, verrassend toch wel, Plankaert aan Anderson. Ze gaan daar de bocht uit, laten gaan. Van der Poel ingelopen, maar voorop hier nog altijd Plankaert. En Phil Anderson met de grote versnelling
Op weg nu naar Meerbeke. Eddy Blankaert, een sprinter in de aanval. Met zijn gewezen ploegmaat van bij Peter Post, Phil Anderson. En dan de huidige sportdirecteur van Plankaert, De Kouwer, komt een babbeltje slaan. Dat wordt brusk afgebroken door de aanvallende Phil Anderson. Maar Eddy Blankaert reageert prompt. En komt zonder veel moeite in het wiel van zijn medevluchter. De anderen zijn verslagen, dat is duidelijk. We gaan dus beginnen aan de sprint. Een opwindende sprint, spanning te snijden hier. Phil Anderson geeft zich niet gewonnen, is vastbesloten zijn huid duur te verkopen. En plots mogen we dan toch een demarrage verwachten van Eddy Blankaert, de snelste van de twee. Maar dat ziet goed voor Blankaert. Phil Anderson zal dan toch van ver op kop beginnen. Het grote moment is nu aangebroken voor Eddy Blankaert. Mag zich ook voluit op gang trekken. Anderson gaat. Eddy Blankaert wordt naar het publiek gedreven. Maar nee, heeft nog genoeg ruimte over. Zij aan zij nu de sterkste zal winnen. En dat is Eddy Blankaert. De snelste zeker. Eddy Blankaert met lengtevoorsprong wint eindelijk de Ronde van Vlaanderen. De Noordag Otto Lauritsen klautert met minieme voorsprong naar de top van de muur. De piepjongen van Hooidonk zit hem op de hielen. Iets verder volgen Sergeant, Sørensen, Frison, Hermans en Piper. Op de Bosberg zit Van Hooidonk in het wiel van Lauritsen. De Kempenaar kent dit terrein als zijn broekzak en zet resoluut door. En Van Hooidonk is weg, Lauritsen kan niet aanklampen en de rest heeft het moeilijk. Hermans valt nu stil, 20, 30 meter voor Edwig Van Hooidonk. Op Dag Otto Lauritsen met een kleinere versnelling. En Lauritsen heeft het moeilijk daar met die kleine versnelling tegen een ontketende Edwig Van Hooidonk nu. Met een grote versnelling. En de anderen kunnen niet goed mee, hier ook niet. Hermans en Sørensen en Piper en Frison en Sergeant. Die hebben het moeilijk op die kasseistenen hier. 50 meter voorsprong voor Edwig Van Hooidonk die even omkijkt. De kloof wordt groter, zo te zien. Van Hooidonk zonder te verzwakken, daar is hij. Blijft inderdaad zeer soepel en gemakkelijk die grote versnelling rondkrijgen. Zijn voorsprong bedraagt nu 18 seconden, wordt hier gesignaleerd. Inderdaad, Mark, 18 seconden en dat op precies 10 kilometer van de finish. Drie kilometer nog en Mark Sergeant is in de reactie gegaan. Mark Sergeant is weggesprongen en dat op nog altijd een 20 seconden voor Edwig Van Hooidonk. Sergeant reactie, Sørensen, Mathieu, Hermans dan. Sergeant heeft 10 meter op Sørensen, Mathieu Hermans met Lauritsen, Piper en Herman Frison. Sergeant slaagt niet in zijn opzet. Edwig Van Hooidonk is die dag oppermachtig. 22 jaar en winnaar van de Ronde van Vlaanderen. De eerste grote klassieke overwinning in zijn loopbaan. Dat hij het kon, had hij al laten blijken een paar jaar geleden in Parijs-Roubaix. Het is een grote dag voor de Belgische wielersport, een triomf. Met deze 22-jarige Edwig Van Hooidonk. Eerste klassieke zege, maar zeker niet de laatste. Van Hooidonk maakt een jongensdroom waar. Hij laat zijn emoties de vrije loop. Zijn vreugdetranen gaan de wielergeschiedenis in. Dit is een van de meest beklijvende Ronde van Vlaanderen beelden. Op de korte Dries op 35 kilometer van de aankomst springt Moreno Argentin weg uit een kopgroep van 9. Fignon, Pedersen en Piper passen. Alleen Rudy Daendels reageert krachtig. Dus aanval van Argentin, daar aan de leiding. Met Daendels die goed meegaat, Rudy Daendels. Ongelooflijk hoe die goed reageert, rijdt soepel.
De voorsprong van de twee blijft aanvankelijk klein, makkelijk overbrugbaar, denkt ook Laurent Fignon. Die put in Brakel een laatste keer uit zijn reserves, de vergeefs. Piper en Co reageren, de twee leiders blijven buiten schot. Danes moet aanvallen. In een sprint is hij tegen de Italiaanse kampioen immers kansloos. De Bosberg biedt een laatste kans. Danes blijft merkwaardig genoeg zitten. Argentinië is dan ook ijzersterk. In Denderwindeke, op 5 kilometer van de aankomst, weet Danes dat alleen pech Argentinië nog van de zege kan houden. Goh. Rudy, ik zou echt... Moet je gokken, hè? Nu moet je gokken. Nu moet hem de leiding opdringen. Zeker. Nu moet hij het wiel gaan zitten. Nee, hij doet het niet. Dat is spijtig. Ja, ik vrees ook dat... Dat vind ik... Dan, nee. Argentin, van kop af Argentin kloppen, ja, dan, nee, dat dan is, moet dat die... is onmogelijk. Dat kan niet. Argentin heeft ook de kans voorbij te schakelen en om juist de afstand in te schatten. En Danes moet Argentin in doorgaan. En ja, nu daar komt Argentin. Argentin, aanval van Argentin. En Danes legt zich dat neer. Ja. Hij probeert nog wel naar dat wiel te komen, maar daar komen de anderen. Maar het is gedaan. Dus... Argentin wint de 74ste ronde van Vlaanderen. Voor Rudy Danes is tweede. En wie krijgen we dan? Even uitkijken. Dan krijgen we John Thale als derde. Carlo Bomans als vierde op 6 seconden. Fondriest hebben we dan op de 5e plaats, moet dat zijn. In de Ten Bossestraat in Brakel ranselt Van Hooijdonk een nog vrij omvangrijke kopgroep uit elkaar. Alleen de Deen Seurensen, de Duitser Gultz en Johan Museeuw hebben de moed en de kracht Van Hooijdonk te volgen. Met 4 trekken ze naar Gerardsbergen, naar de fameuze muur. En Van Hooijdonk forceert daar. Zeker en vast. En hier... Daar moet hij het kunnen, hè. Gultz gaat makkelijk mee. Gultz gaat nog mee, maar... Schakelen dan ook. Dat is echt heel, heel, heel lastig hier. Van Hooijdonk en Seurensen en Museeuw eraf. Ja. Kijk maar eens, dat is alles er nog uithalen. Alles er nog uithalen om terug aan het wiel te komen. En ik denk wel dat ze daarin gaan lukken. Museeuw en Seurensen komen inderdaad terug. Maar op de Bosberg krijgen ze een dreun die nog lang zal nazinderen. Daar begint de beklimming. En een Gultz zit aan het wiel. Ben Van Hooijdonk, want hij is verschrikkelijk bang dat hij nog gaat demareren. En dat gaat hij zeker doen. Het zou me verbazen van niet. Seurensen, Van Hooijdonk, Gultz en Museeuw. Hij moet alles op alles zetten om hier echt nog uit wiel te fietsen. En... Gultz heeft dat wiel moeten laten even bij het schakelen. Museeuw heeft zich daartussen gezet, ja. En Gultz probeert nu terug. Ja, kijk. Komt nu terug aan het wiel van Van Hooijdonk. Die gaat aanvallen. Aanval van Van Hooijdonk. En Gultz inderdaad die reageert. Seurensen kan niet meer. Museeuw klampt aan. En... Seurensen hoopt in zijn eigen tempo naar boven te rijden. Maar dat is te laag. En Van Hooijdonk is weg, want die heeft verschrikkelijk erop getraind. En die kan echt, die demareert niet dikwijls, maar ik weet dat hij gaat, dat hij vol gaat. En dat is ook... Ik zou nu wel zijn polsslag eens willen weten. Ja, dat is niet te weinig. Dat is formidabel, dat is een groot kampioen. Als je dat allemaal kunt, formidabel. Schitterend nummer, precies op dezelfde plaats. Ongelooflijk, ieder de ander die zakken ineen, dat is gewoon de moraal kwijt. Als je zo iemand ziet wegrijden, dat is echt om een moed, de moraal in de schoenen te zakken. Een nooit eerder geziene explosie van kracht en talent in de ronde. De pas 24-jarige Van Hooijdonk is daar al op het toppunt van zijn mogelijkheden. De gebalde vuist, het applaus, het zegengebaar van Edwig Van Hooijdonk, die voor de 2e keer in 3 jaar de Ronde van Vlaanderen wint, dames en heren, op een schitterende manier. Hij was de beste en dat wist iedereen in die finale. En als je het dan kan afmaken ook, dan is het prachtig natuurlijk. Een jaar later zit Van Hooijdonk gevangen in een peloton dat een halve dag slaapt. En dat ondanks een vroege vlucht van 4. De Zwitser Weegmuller, een subtopper, de Belgen Roeland en Meivis, twee jongens van de 3e rij, en de schier onbekende Fransman Jacky Durand krijgen zomaar 22 minuten cadeau.
Dik 2 minuten te veel. Roeland en Meivis sneuvelen op het veld van eer. Wegmuller en Durand, de 2 sterkste vluchters, worden nooit gegrepen. De late reactie van Hooijdonk en Van Driest, ten spijt. Wegmuller heeft een patent op marathonontsnappingen en toch moet hij Jacques Durand in de slotkilometers laten gaan. Durand, op dat ogenblik 25, heeft zijn krachten goed ingedeeld. Hij wint de ronde. De eerste grote zege voor de Fransman, die later ook in toeretappes en het Franse kampioenschap gelijkaardige exploten met winst zal afsluiten. Jacques Durand, een verrassende winnaar, maar geen kampioen. Een goede renner zonder meer. De echte kampioenen van Hooijdonk en Van Driest worden na Wegmuller met schaamrood op de wangen derde en vierde. Acht leiders op weg naar Brakel, naar de weer zo belangrijke Ten Bossestraat. Ballerini, Botaro, Chandri, Van Hooijdonk, Van Driest, Maase, Museeuw en Sergeant. 7 toppers in de aanval met de onbekende Italiaanse eendagsvlieg Dario Botaro. Vooraan is het Museeuw. Museeuw demareert. Museeuw, met Frans Maase. Ja, die ging daar toen ook zeer goed mee met Van Hooijdonk. Frans dus Museeuw, Maase. En nu? En dan gebeurt er niks meer. Van Driest moet het nu gaan doen. Ja, dat is... Ja, Maassen is nog niet op dat wiel van Museeuw. En nu, jongens, en nu? Hier is stilgevallen. Museeuw en Maassen bouwen een kleine voorsprong op. Niet geruststellend, geen van beiden geeft het volle pond. De Belgische kampioen verwacht duidelijk een reactie uit de achtergrond. Museeuw twijfelt. ...25 seconden, meer lopen de 2 niet uit... ...en op de muur ondervindt Museeuw... ...dat Maase inderdaad zeer sterk rijdt. Het wordt helemaal een dubbeltje op zijn kant... ...als Maase van ploegleider Raas het bevel krijgt... ...niet meer over te nemen. Kopman Van Hooijdonk gelooft nog in zijn winstkansen. Het wordt een secondenslag, een zenuwslag. De voorsprong slinkt tot slechts 15 seconden een peulschil. Maar ook achteraan wordt getwijfeld en als Maase dan toch gaat meewerken, is het zeker dat de 2 voor de zege sprinten. Museeuw aan de leiding. Met Maase aan het wiel. Maase die Museeuw een lange sprint zou willen opdringen, heb ik de indruk. 300 meter. Museeuw. Maase. En Maase die trekt zich op gang nu in het midden van de weg. Maase en Museeuw. Museeuw komt erover. Museeuw, Maase die nog aandringt, maar nee hoor, die gaat nog eens schakelen, maar dat is te laat. Museeuw wint de Ronde van Vlaanderen voor Frans Maase. Johan Museeuw wint de Ronde van Vlaanderen, inderdaad, Maase op een lengte. Johan Museeuw, Belgisch kampioen, topfavoriet ook in deze wedstrijd, maakt de zaak af dus. Maar laten we ons concentreren nu op deze 5. Het 5-koppige elitegroepje. Met hier Johan Museeuw, de winnaar van vorig jaar. Gianni Bugno, de 2 topfavorieten, zitten dus in de groep van 5. Tschmiele was zeker ook vaak bij de favorieten genoemd. En terecht na wat hij de voorbije weken heeft laten zien. Tschmiele, hij is er ook bij. Capiot had ook duidelijk laten zien dat hij goed aan het rijden was. En Ballerini, die rijdt altijd goed wanneer er kasseien zijn. Wanneer we in Vlaanderen of in het noorden van Frankrijk zijn. Nog eens onderstrepen, wat een schitterend elitegroepje hier vooraan. Aanmoedigingen voor de 5 leiders. En Capiot is eraf. Ja, dat is geen goed teken. Dat is niet meer spelen. Wanneer je ze daar moet laten gaan, dan is de pijp uit, het licht gaat uit voor Johan Capiot. Capiot moet helaas in de ronde van zijn leven de 4 tenoren laten gaan. De 4 beren bestormen zij aan zij, duidelijk aan elkaar gewaagd, de Bosberg. De laatste bult brengt geen afscheiding. Niemand die sterk genoeg is voor een solo. Museeuw geeft Ballerini en Denderwindeke nog een laatste boodschap mee. Ja,
En Ballerini gaat terug mee. Er komt nog geen demarrage. Nu als Ballerini drukt hij die op gang. Ik denk, ja, het gebeurt. Ja. Je zag het aankomen. Aanval van Ballerini. Schmil die gaat reageren. Dank u wel, André. Schmil moet Museum nu denken. Ja, dat is niks. Dat is niks. En Museum, ja, en het valt stil. Bugno, opletten voor Bugno nu. Nu is het witte bordje verschenen onderaan het beeld. Nu wordt het voor volwassenen. Ja, nu gaan ze blijven demareren. Zijn maar zeker. Museum. Zie je, Bugno gaat het proberen. Bugno, pas op dan. Die gaat proberen. Maar er zit niet veel sneeuw op, Mark. Ja, maar pas op. Ballerini die gaat. Ja, ze nemen Museum een beetje mee in een zetel, als je mij vraagt. Ongelooflijk. Maar pas op toch met die boeien. Het is de moment niet. Nee, wacht af. Hier beginnen ze stilaan de sprint als er is voor te breiden. Maar dat is allemaal prachtig in het voordeel van Museum. Kijk waar hij daar zit. Ballerini gaat het dan eens van de kop af proberen. Museum. Pas op. Een beetje. Ja, hij reageert meteen en gaat er naartoe. Dus in de afzink. Ja, maar Ballerini mag je geen 10 meter geven, Mark. Geen 5 meter, geen een centimeter zelfs. Ja, en Museum aarzelt. Museum aarzelt. Oeh! Johan, dat mag je niet laten gebeuren. Of je hebt geen goede benen meer. Dat mag je niet laten gebeuren. Ja. Heeft goed gespeculeerd. Schmil laat zich vangen door Museum. Ja, goed gedaan, Mark. Schmil rijdt dan wel bij de Lotto, maar Museum was daar net met de Lotto aan het spelen. Ja. Kijk. Hier hebben we Ballerini, Museu, Schmil en Bugno. Wat moet er nu gaan gebeuren? Opletten. Museu wint. Het is mijn favoriet. Zeker en vast. Kan niet meer mislopen, man. De laatste 500 meter. Ideale positie. Met Bugno in vierde positie. Pas op van Bugno. Met Schmil. Pas op van Bugno. Bugno, de sprint wordt van ver al een beetje gelanceerd opleggen. Ideaal. Want Bugno gaat daar. Ballerini, Schmil. Ja, Museu. En Museu nu aan de linkerkant. Maar laat het niet afsluiten. Ja, het is gebeurd, vrees ik. Ik denk dat hij daar niet meer over komt. Museum komt daar niet meer over. Museum wil toch nog met een laatste letter. Gaat hij er nog komen? Nee, het is Bugno die wint voor Museum, Schmil en Ballerini. Een haar scheidt Museum van een tweede opeenvolgende triomf. En dat in een van de spannendste ronden uit de geschiedenis. Alleen de zuiderse temperatuur is die 2 april niet Vlaams. De Italianen voelen zich dus thuis. Ze zijn numeriek oppermachtig. Van de Vlamingen blijft alleen Museum in de finale overeind. Even paniek als Museum in de Paddenstraat lek rijdt. Maar op 40 kilometer van het einde komt hij in het gezelschap van Zanini en met de steun van ploegmaat Bortolami weer aansluiten. Op dat ogenblik is MG-spits Fabio Baldato er vandoor gegaan. Museum reageert een eerste keer op de Berendries op 32 kilometer van de streep. Fel, krachtig, gretig, maar als hij omkijkt, ziet hij zwart best André Schmil naderen. Fanculo! Museum gaat een tweede keer, nog snediger en nu zonder parasieten op de huid. In een mum van tijd heeft hij Baldato te pakken. In de Ten Bossestraat in Brakel zijn de twee samen. De voorsprong is klein, 20 seconden slechts. André Schmil countert, de rest past. De Rus nadert snel op de twee leiders. Ik zag dat Schmil achter me kwam en toen heb ik nog een tandje bijgestoken. De massa op de muur, de op 1 na laatste bult op 16 kilometer van het einde. Er is ook nog de Bosberg, maar de muur is stukken steiler. Daar in Gerardsbergen wordt duidelijk dat Museum echt een superdag kent. Nu gaat hij versnellen, Johan Museum. Kijk, daar moet het gebeuren. Johan Museum nu, moet je een sprint, maar Baldato klampt aan, hoor. Baldato, ja, moet eraf. En nu komt dat moeilijke stuk en dan hebben we die kapelmuur nog. Ja, Baldato heeft het. Museum, allez, doorgaan nu. Alles eruit persen, Johan Museum en Baldato. Hij is eraf. Ja, hij is eraf. Hij is eraf. Johan Museeuw imponerend op de kapelmuur. Johan Museeuw nooit verzwakkend op de Bosberg, de grootmeester op zijn terrein. In de achtergrond komt Schmil bij Baldato aansluiten. De twee maken echter geen meter goed. Integendeel. Nog 3,5 kilometer en het wordt een ware triomftocht.
De Vlamingen zijn allemaal buitengekomen langs die lange brede baan hier naar Meerbeke. Zij vieren hun held Johan Museeuw op weg naar zijn tweede zege in de Ronde van Vlaanderen. En hij begrijpt het. Hij weet wat hij gepresteerd heeft ook en hij verdient daar alle waardering en lof voor, want dit is een grote prestatie van Johan Museeuw. Ondanks de pech, dus de lekke band in de paddenstraat, teruggekomen. Dan zelf ook nog in de aanval gegaan. En op wat een manier, Baldato eraf gereden op de muur van Geraardsbergen. En nu hier winnaar van de 79e ronde van Vlaanderen. Ik heb heel veel talent, maar niet het talent van Merckx of van Roger de Vlaming of van Greg LeMond of van die grote. Ik sta hier daar juist onder. Ik moet gewoon een superdag hebben en dan ben ik gelijkwaardig aan die mensen. Maar ik heb heel weinig van die dagen. Geen neerslag, geen wind, geen Ronde van Vlaanderen weer. Er komt nooit schot in het verloop van de koers, die 7e april. Wilfried Peters geeft op de Taienberg het volle pond. Zijn kopman Museeuw naar een derde zegeloodse is de opdracht. De doorgedreven selectie blijft echter achterwege. André Tschmil maakt het zichzelf moeilijk. Tschmil komt echter snel weer aansluiten. Op de Molenberg test Museeuw de tegenstand. Ook Mario Cipollini gaat driest tekeer. Te driest. Cipollini zal uiteindelijk 31ste worden. De ronde is te zwaar voor machtsprinter Mario Cipollini. Steeds weer komen trosjesrenners uit de achtergrond opduiken. Het wordt geen grootse ronde. Op 50 kilometer van de aankomst komen nog 60 renners in aanmerking voor de zege. Op de Valkenberg dan toch een kopgroep met allure 11 leiders, met erbij onder meer Museeuw, Chandri, Bartoli, Tschmil, Brochard, Vasseur en Van Petegem. Voor Museeuw evolueert de koers perfect tot vlak voor de muur de pechvogel toeslaat. Ik wil u even melden dat Johan Museeuw wel eens problemen zou kunnen krijgen met zijn achterwiel. Dat schoddert daar in de vork. Er zijn wat problemen met de tandwieltjes achteraan. Kijk daar voortdurend naar. Ja, 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 echt. Hij kan daar met moeite mee. Ja. Hij kan daar met moeite mee. Is dat inderdaad het probleem van het versnellingsapparaat? Ja, kijk. Van Petegem en Museeuw in de problemen. Ja? Wat is aan de hand? Bartoli gaat. Ja. Bartoli in één keer voorbij Vasseur. Je ziet, die staat geparkeerd. Tschmil dan. Sterk wat Bartoli dat doet. Nou, die gaat hard. Dat is de Museeuw van vorig jaar. Ja. Niemand is die dag in staat Michele Bartoli te volgen. Als Museeuw voor de Bosberg dan toch een andere fiets vraagt, is Bartoli al ver op de andere toppers uitgelopen. In de 16 kilometer tussen de muur en de streep in Meerbeke neemt hij nog een volle minuut. Bartoli zorgt voor de 7e Italiaanse overwinning in de ronde geschiedenis. De mechanicien die juicht in de volgwagen. Kijk maar. En Bartoli slaat een kruis en gaat hier door de finish als winnaar van de 80ste ronde van Vlaanderen. Een nog taaiere brok met twee bergzones, de eerste na 120 kilometer, de tweede na 200 kilometer. Dat is het nieuwe beeld van de ronde. De oude Quaremont ligt dichter bij de streep en daar geeft Peter van Petegem een demonstratie van zijn kunnen. De winnaar van de omloop Het Volk hoort stilaan bij de grote. Hij zorgt voor een doorgedreven schifting. Een groep van 20 met de voornaamste favorieten begint aan de nijdige klim van de Taaienberg en daar verrast Laurent Jalabert alle collega's met een splijtende demarrage. Alleen vecht Jas Seurensen kan de klasrijke Fransman bijbenen. Twee absolute toppers, samen op 40 kilometer van de streep. De strijd lijkt gestreden, vooral omdat Jalabert bijzonder ontspannen rijdt. Franco Ballerini legt zich niet bij de situatie neer. De ploegmaat van wereldkampioen Museeuw gaat nog voor de Berendries in de tegenaanval.
valpartij Boskardin Museu, die haakt vast. Die dat zien we hier, Michel. Ja, zie het. Inderdaad, we zien het hier. Zijn fietsen hangen in elkaar. Ja. En dat is nogal een probleem blijkbaar. Ja. Dat duurt allemaal heel lang voor die twee daar uit elkaar gehaald zijn. Dat is nu gebeurd, maar dat wiel, dat is helemaal paraplu. Ja, en Museu, dat is gedaan. Museu gooit de fiets tegen de grond. Fiets tegen de grond en probeert dat achterwiel daar nog uit te halen. Maar dat duurt en dat blijft duren. Dat is gedaan voor Johan Museu. Die kan hier niet voor de derde keer de Ronde van Vlaanderen winnen, Dirk. Je ziet hoe belangrijk dat de eerste wereld... Ja, dat is Boskardin zijn fout. Hij is achteruit aan het kijken, hij bolmer en hij rijdt plak in het achterwiel van Johan. Hè. Dus duidelijk zijn fout hier. Hij moest slapen in zijn bed en niet op zijn fiets, zou ik zeggen. Voilà, dat is kernachtig. Zitten wij Sorensen weg van Jalabert. Ja. Kijk eens aan. Wat krijgen we nu? Die sterke Jalabert. Voorbijgereden door Ballerini nu ook. Wat is dat nog allemaal aan sensaties in die finale? Daar waar je dacht Jalabert veruit de sterkste. Die kent hier op zijn minst een kwaad moment. In zijn eigen brakel springt Van Petegem in één ruk naar Sorensen en Ballerini. Een kilometer verder komt ook de Italiaan Casarotto vooraan aansluiten. Vier leiders en nog is de beslissing niet gevallen. Schmilz leurt Bartoli, Plankaert en Moncassin in het spoor van de kopgroep. Tien leiders op de Bosberg. De spanning is om te snijden, niemand raakt weg. Ook een verbluffend sterke Joop Plankaert niet. Ballerini rijdt weer ijzersterk. Rolf Sørensen heeft achteraan alle moeite van de wereld om het hoge tempo te volgen. Maar de hardnekkige Deen mag je nooit afschrijven. Moncassin demareert, Ballerini weet dat hier de beslissing valt en jawel, ook Sørensen is mee. Sørensen sterft nooit. Zijn geest blijft overigens opvallend fris. Sørensen geeft vriend en trainingsmaat Ballerini de laatste instructies mee. En Ballerini reageert prompt. De snelle Moncassin afmatten is de bedoeling en de Fransman heeft geen keuze. Hij dicht onmiddellijk de bres en legt voor Sørensen de rode loper uit. Ballerini blijft uiteraard zitten. Op een kilometer van de aankomst is Sørensen zegezeker. Maar hij verdient het ook. Lang vooruitgereden met Jalabert en nu nog op het einde nog wegspringen. Chapeau. Mooie overwinning. En een man die altijd wil vechten trouwens, die Rolf Sørensen, winnaar van de Ronde van Vlaanderen. En Moncassin is tweede. Ja, de grote ontgoochelde. Andrea Tafi maakt zich zorgen, kopman Museu is gevallen en de West-Vlaming komt slechts moeizaam aansluiten. Maar Museu verbijt de pijn. Op de Paterberg beschikt hij weer over zijn krachten. De Fransman Frédéric Guesdon, ex-winnaar van Parijs-Roubaix, kruidt een voorlopig flauw koersverloop. Hij trekt alleen over de Taaieberg. Door een reactie van Schmillen, Museu wordt Guesdon gegrepen. Een groep van 50 man trekt richting Brakel. En daar grijpt Hendrik van Dijk zijn kans. Hendrik van Dijk hier aan de leiding. En Van Petegem zou dus verderop, dan zit er een andere TVM'er mee vooraan. En die Rabobank die erachteraan ging achter Van Dijk, die moet wel passen. Hè. Hier Zanini. Ja, dat is een moeilijke helling. Ja, 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 dat is... Vooral na 244 kilometer. Museu hier, Sørensen. Ja, Museu gaat aanleggen. Ja. Terwijl wie die geloof ik weggegaan was in de achtervolging op deze Hendrik van Dijk. Daar Museu, Museu. Ja, ja. Links daar, Museu. En alles valt er uit elkaar. Kijk eens, voorbij Hendrik van Dijk. Voorbij Hendrik van Dijk. En onze Motari moet daar echt gas geven om Museu uit het wiel te houden. Ja, maar dat... Museu gaat er niks voor zeggen. Je ziet, die maakt geen gebaren. Die zijn toch een beetje, voilà, nu wordt hij een klein beetje meegezogen. Maar een echte inspanning op de grote versnelling. En ik denk dat de rest allemaal uit het wiel is, Mark. Ja.
Een enorme machtsontplooiing die naast die van Van Hooijdonk in 91 mag staan. Alleen Van Petegem probeert nog aan te sluiten, tevergeefs. Museeuw is die dag superieur. Tussen Brakel en de muur neemt hij razendsnel een volle minuut. Zonder pech is de Leeuw van Vlaanderen op zijn terrein niet te verslaan. De Leeuw van Vlaanderen stormt nu over de dender op de buitenplaat. Op weg naar de voet van de muur, langs de vesten. Een nieuwe intrede, zal ik maar zeggen, door Gerardsbergenstad. Daar gaat hij. Daar waar hij bij zijn tweede zege Baldato uit het wiel gooide, heeft hij nu al veel vroeger al zijn tegenstanders achter zich gelaten. Kijk eens ook hoe hij nog die muur oprijdt. Dat is daar echt een steil stuk. Hier komt nu wel het steilste stuk, dus richting Kapel, richting de bocht hier. Maar ja, dus dat geen adem dan. Hè. Hij zit zelfs nog niet op de lichtste versnelling. Hè. En het is hier 20%, voilà. Trek zich echt, de fiets bougeert niet veel, blijft mooi onder hem, voilà, direct in het zadel. En voilà, hij is nu rechts nog de Kapel en dan heeft hij de weg vrij naar de Bosberg nog. En dat moet een triomf toch zijn, hè. Heel even langs de kant, zomaar een toeschouwer, gewoon van trottoir gepikt. Eddy, fantastisch, hè. Prachtig wat hij doet natuurlijk, hè. Ik denk dat hij gewoon een spel heeft, hij gaat altijd maar verder en verder, dus dat is prachtig. Hè. Dit is zijn mooiste van de drie, dacht ik. Ja, zeker. Als hij zo als hij wint, is zeker de mooiste, ja. Ja, de toeschouwer was Eddy Merckx, ongetwijfeld herkend, dames en heren. Johan Museeuw trekt alleen over de Bosberg. Een minuut later wordt Bartoli perfect gecounterd door Museeuws ploegmaat Franco Ballerini. Museeuw wint zijn achtste wereldbekerkoers. Na die van 93 en 95 wint hij nu ook de ronde van 98. Derde overwinning in de Ronde van Vlaanderen. Mede-recordhouder. Mede-recordhouder dus. En echt een staande ovatie hier. Bij de finish ook nog maar zelden gehoord. Zo'n staande ovatie werkelijk. Van al de mensen hier. Museeuw naast Buijsen en Le Mans. Stefano Zanini maakt met een tweede plaats het Mapei-succes compleet. De vaandeldrager van een nieuwe onstuimige generatie is Frank van den Broeke. De lefgozer uit Ploegsteert steekt met ploegmaat Gomo na 80 kilometer al de koers in brand. Zo vroeg aanvallen lijkt tactisch dom, vooral als Gaumont in de paddenstraat het sleutelbeen breekt. En toch houdt de groep van den Broeke 100 kilometer stand. De koers breekt gewoontegetrouw definitief open op de Oude Kwaremond. Sørensen geeft het startsein, de ploegmaats van Van Petegem volgen. Veel nervositeit, maar weinig afscheiding in de bergzone. Er valt wel letterlijk dan een slachtoffer. Op de top van de Eikenberg gaat Joop Plankaert ten gronde. Hij zal ook deze ronde niet winnen. Wel 20 kandidaatwinnaars rijden naar de voet van de muur van Gerardsbergen. Het is te riskant om te wachten op de Bosberg. Er moet iets gebeuren op de muur, Michel. En het is redelijk dringend, want Feinstein die brengt de rest terug. Er is nog 15, 20 man op komst. Ongelooflijk. Massasprint in Meerbeke. Oh, valpartij. Ah ja, heel de hoop. Valpartij. Iedereen. Daar. Iedereen van de kop. Behalve Van Petegem en Museeuw. Schmil staat te voet. Schmil staat te voet geparkeerd. Ook de bakker zeker. Ja, inderdaad. Maar Schmil het voornaamste slachtoffer. Ongelooflijke situatie. En hoe goed is Johan Museeuw? Van Petegem maakt een geweldige indruk. Museeuw groot. Hadden we het anders verwacht. Kijkt om, Museeuw. Geen goed teken, vind ik. Namen toch. Hij gaat er niet afgereden worden. Schakelen van Petegem. Mond open. En Museeuw die een paar lengten prijs geeft. Vlak voor dat steile stuk. Maar misschien houdt hij zich bewust wat hij, denkt hij dat hij nog kan terugkomen. Maar hij mag niet te veel terrein verliezen natuurlijk. Van Petegem. Gaat hij de Ronde van Vlaanderen winnen? Museeuw, wordt hij de vierde... Of de eerste man die vier overwinningen op zijn naam kan brengen. Zo groot, maar hij heeft Johan. Het moeilijk. Ja, die grote versnelling weer. Waarom moet dat? Iets kleiner en hij blijft erbij volgens mij. En hij doet dat ook nu, Mark. Twee Vlamingen voor de zege, dat is dan wel buiten deze Waalse waard gerekend.
Reactie van Frank van den Broeke. Ah, komt ook naar de Bosberg. De twee vooraan praten een beetje. Museeuw en degene die als zijn opvolger beschouwt. Zijn kroonprins, zeg maar, van Petergem. Maar van den Broeke niet vergeten, hoor. Oh, die gaat snel. Die rijdt naar die twee. Op 50 meter, misschien minder nog. Indrukwekkende rust van den Broeke. Formidabel om te zien. We hebben er even aan getwijfeld in de buurt van de Leeberg. Maar nu probeert hij van den Broeke. Van Petergem, sterke indruk. Museeuw bijt zich vast in dat achterwiel. En Michel Wuits, wat doet hij? Van Petergem echt voluit, volle bak. En Museeuw in het wiel. Van Petergem toch nog altijd een beetje link, een beetje verstandig. En Van den Broeke? Maar kan dat nog? Van den Broeke op nauwelijks 20 meter. Maar Van den Broeke krijgt het wat moeilijker. Het gat wordt weer wat groter, heb ik de indruk. 25 meter, 26 meter. Van den Broeke, het is nu buigen of barsten. Nu moet het gebeuren, Frank. En Museeuw, tanden op elkaar. Jongens, wat een formidabele strijd. Frank van den Broeke is erbij en we hebben drie koplopers in de Ronde van Vlaanderen. Maar ik zou niet wachten, jongens. Ik zou doorrijden. Overpakken. Van den Broeke even uitrusten natuurlijk. Drie Belgen, dat is van in 82 geleden toen Maarten Swon voor Eddy Plankaert en Rudy Pevenaars. Dat we nog een volledig Belgisch podium hebben gehad. En komt er een nieuw aan? Nog even afwachten. Het is te vroeg om zot te doen, mannen. Rijden nog eerst. Minder dan een kilometer. Ja. 18 seconden. En Van Petergem gaat. Hij heeft gelijk op de van manier Petergem. Van den Broeke zachtjes aan en ze gaan niet gaan. En Van Petergem is weg. Van Petergem is van weg, Van den Broeke moet het nu doen. Hij heeft gelijk, er moet iemand het doen. En Museeuw die blijft inderdaad zwaar gokken. Die laat de anderen het werk doen en die hoopt erop dat Van den Broeke dit gat nog gaat dichtrijden. Kijk, als Museeuw dit nog wint, dan zullen we van stielkennis gewagen. Maar kan Van den Broeke er nog opkomen? Hij houdt ook de benen stil. Jawel. Van Petergem op. Van Petergem wacht. Goed gezien, jongens. En rechts hebben we dus Museeuw, Van Petergem en Van den Broeke. Van Petergem trekt de wedstrijd op gang daar. Museeuw moet van ver, want die rijdt zo groot. En die moet uitkijken, die zit daar wat ingesloten. Die moet langs de andere kant gaan komen, dat kan niet meer. Van den Broeke of Van Petergem normaal. En Van Petergem die gaat Van den Broeke voorbij, maar daar komt Museeuw ook nog. Geraakt hij er nog? Nee. Johan Museeuw, ik denk het niet. Het is Van Petergem, jawel. Van Petergem, Van den Broeke wordt nog tweede. Derde Johan Museeuw. Hij heeft hier binnen zijn eerste wereldbekerwedstrijd. En het is Bartolin die nog vierde wordt voor Sproeg. Bartolin voor Sproeg. Vierde en vijfde. Zijn eerste wereldbekerzege is binnen. Peter van Petergem en zijn ploegmaats beheersen driekwart van deze ronde. Vooral Servé Knave en Sergej Ivanov werken zich te pletter. Van Petergem is duidelijk zelfzeker. Chef Brakenveld, ploegleider van Schmil, ziet daar geen graten in. Andrea Tafi valt aan. Nog 60 kilometer, de koers breekt open. Met Wouters en Serpellini komen twee andere hardrijders aansluiten. De favorieten laten begaan. De drie houden ruim 30 kilometer stand. Ze trekken samen over de Berendries. Op de Bossenstraat in Brakel hebben ze nog altijd een kleine minuut. Ja, en we kijken naar Peter van Petergem op de Ten Bossenstraat in zijn achtertuin zowaar. Met André Schmil, Hendrik van Dijk, dat zijn de sterke mannen. Johan Museeuw zit daar heel even wat verderop. Met zijn gulle inspanning halveert van Petergem de achterstand. Nog 20 kilometer, de drie worden gegrepen. Een groep van dik 40 man rijdt Gerardsbergen binnen. Daar ligt de muur. In de binnenstad met Servais Knaven, met Wilfried Peters. Dan zien we daar al Peter van Petergem. Feinsteins die heeft het goede wiel gekozen, dat van Petergem. Hier komt nu plots Museeuw. Gaat hij daar aanvallen? Aanval van Johan Museeuw. Naast de kerk, nog voor de vesten. Oh la la. En de rest, waar blijven ze? Nu moeten ze reageren en het valt een beetje stil. Iemand van La Française des Jeux is dat de Guédon. Museeuw gooit hier verrassend vroeg zijn kaarten op tafel. Heel even lijkt Museeuw de beslissing te forceren. Johan Museeuw op de muur, nu op de kapelmuur stilaan. Daar is Wezeman al, met Feinsteins, met Van Petergem.
geeft niet de allerbeste indruk en gaat Wezeman naar het wiel van Museeuw. Dat lijkt zo. Steffen Wezeman roept Museeuw tot de orde. Ook de Bosberg brengt geen afscheiding, ondanks een verwoede poging van André Schmil. Nog 11 kilometer, Schmil glipt weer weg op kousenvoeten. De moe gestreden concurrentie hapt even naar adem. André Schmil is alleen, zijn voorsprong is uiterst klein. De rust bij Brakenveld is slechts schijn. Kijk eens aan, André Schmil, nog nooit is hij er zo dichtbij geweest. Nog 2,5 kilometer alles geven. Van hem hangt het nu niet meer af. Dit ritme kan hij volhouden tot op het einde. Wat doen ze achter hem? Omkijken. Geeft hem dat vleugels of remt het hem af? Zijn voorsprong is meer dan gehalveerd, maar 9 seconden kan genoeg zijn. Schmil vecht voor elke seconde. Rabobank jaagt verwoed. André Schmil heeft nog 600 meter om de Ronde van Vlaanderen te winnen. En de anderen nog even veel om in te halen. Heeft hij nog overschot? Recht op de pedalen. En hoe zit het achteraan? Komen ze dichter? Kan hij nog een sprint uit dat lijf van 37 jaar oud persen? Kijk nog om. Wat ziet Schmil? Angst in de blik. Daar zijn ze. Ze komen verdomme. Schmil nog 300 meter, minder zelfs, 250 meter. Red hij het? Jekimov is stilgevallen en dan komt daar de sprint op gang. Er komt daar nog een Italiaan tussen. Schmil gaat het halen. Hij redt het. Het is binnen. Prachtige Schmil, weer prestatie. Een Belg na Museeuw van Peteghem. Schmil, zijn vierde wereldbekerzege. En dik verdiend. Schitterend. Oververdiend. Schmil maakt zijn grote droom waar. De Italiaan Pieri is tweede, de Let Feinsteins derde. Een kopgroep van 14 outsiders begint met kleine voorsprong aan de klim van de Berendries. Chandri, Nardello en Bortolami bepalen het tempo. Ook Van Haken, Van Hefte, Peers en vooral Dirkses rijden een knappe koers. Voor de Nederlander Dekker is het op iedere helling krampachtig aanklampen, maar Erik Dekker overleeft. Vooraan regent het aanvallen. De favorieten Schmil, Bartoli en Museeuw hebben de versplinterde kopgroep binnen handbereik, maar terugkomen doen ze nooit. Als geen van de favorieten zich super voelt en de rivaliteit te groot is, kan een outsider de ronde winnen. Op de Veste in Geraardsbergen bepalen de ploegmaats Dirkses en Chandri het tempo. De razend populaire Dirkses springt zoals steeds gul met zijn krachten om. Ludo Dirkses beukt zich te pletter. De schade blijft jammer genoeg beperkt. Op de muur schuift de betreurde Dennis Zanetti naar voren. Zanetti is sterk en snel. Hij wordt een van de topfavorieten. Karakterman Chris Peers zet alles op alles op de Bosberg. Maar meer dan 2 lengten neemt hij niet. Nardello weigert te passen. Ook de andere Italianen houden stand. Seurensen en Weerdekker zien alle kleuren van de regenboog. Toch trekt een kopgroep van 9 naar Meerbeke. Schmil, Wezeman, Weinsteins, Museeuw, Bartoli, Balducci en Hinkepie vechten voor verre ereplaatsen. Vooraan komt het tot een vreemde sprint. Wat kan Peers in een sprint? En wat is die sprint nog waard? Ludo moet komen. Ze laten Zanetti daar een meter of 10 pakken en dus moet Ludo gaan. En gaat Nardello mee. En op die manier neemt hij Chandri mee in een zetel. En dan gaat Peers. En Seurensen is er ook nog altijd bij. Bortolami heeft zich wat afzijdig gehouden de laatste kilometers. We draaien de halve baan op, dames en heren. En nog goed 550 meter en we weten wie deze Ronde van Vlaanderen wint. Het zal een onverwachte naam zijn. Maar wie gaat het doen? Dekker hangt er ook nog aan. Nog 400 meter.
breed over de ganse breedte van de weg haast. Gaan de mannen van Lampre-Daikin zich nog weten te organiseren? Is het de Chiandri die daar nu al aanzet? Chiandri van ver. Gaat hij die kop houden? Komt Nardello er nog over? Nardello komt erover. Het is geen echte sprint. Nu komt Zanetti nog. Nardello moet nu nog verdapperen. Gaat Zanetti hier de Ronde van Vlaanderen winnen? Dekker komt nog rechts. Dekker gaat het halen. Dekker wint de Ronde van Vlaanderen. Het is Dekker die het haalt voor Bortolami. Al steekt hij de arm op. Wel. Spanning tot en met. Dekker of Bortolami. Het verschil is nauwelijks waarneembaar, maar het is wel degelijk de Italiaan Gianluca Bortolami die verrassend genoeg deze ronde wint. Dekker gelooft niet in zijn kansen en zet de sprint veel te laat in. Zijn remonte is nog indrukwekkend. Met meer geloof in eigen kunnen zou hij en niemand anders de ronde van 2001 gewonnen hebben. Begrijpelijk toch dat Dekker van deze gemiste kans een week compleet van de kaart was. Gianluca Bortolami zal het uiteraard worst wezen. Hij zorgt voor een 8e Italiaanse zege. Dit is het karakter van de Ronde van Vlaanderen. Dat knotsen op kasseien. Dat voortdurend schuiven en inschatten, dat zuchten en zweten van die renners, handen boven op het stuur en dan dat tempo proberen te volgen. Held van de dag wordt zonder twijfel Erwin Thijs. De Limburgse vechtjas overleeft een marathonvlucht en trekt alleen over de in ere herstelde Koppenberg. In een ware slijtageslag blijven op 60 kilometer van het einde alleen de favorieten in de vuurlijn. De meest bedrijvige is Andrea Tafi. Tafi weet dat hij alleen met een eindeloze reeks aanvallen winstkansen heeft. Museeuw, Missalia, Van Petegem, Sørensen, Hinkepi, Tafi, Cassani en Nardello maken de finale. Een uitgelezen kopgroep van 8 trekt naar de muur. Maar dat gebeurt niet zonder slag of stoot. Daar gaat Andrea Tafi en nu Van Petegem gaat hij reageren met mondjesmaat, dat gaat dichtrijden. Ja, toch wel. Met al die aanvallen mat Tafi de tenoren wel af. Vooraan maakt Erwin Thijs er een kruis over. Voor dit verbluffend offensief van 210 kilometer heeft Andrea Tafi wel de grootste waardering. Nog voor de muur heeft Museeuw een plan. Daar gaat Museeuw. Museeuw gaat op de vesten en kan Tafi volgen. En wat doet Van Petegem? Op de buitenplaat. Museeuw, Tafi kan Van Petegem terugkomen. Die heeft Inkepi aan het wiel. Van Petegem geeft Museeuw geen extra lengte. Nu komen ze aan de bocht en Museeuw ziet dat hij Van Petegem er niet afkrijgt. Resultaat van de Museeuw-dreun. Nog 5 man. Inkepi, Museeuw, Van Petegem en de ploegmaats Nardello. En vooral Tafi. Daar gaat Tafi nog eens. Tafi nummer 7. Nu weer Van Petegem. Autoritair. Aanval Museeuw. En een reactie van Andrea Tafi. En nu blijft Van Petegem wel zitten. Maar als Hinkepi gaat gaan, dan zal hij wel meegaan. Hinkepi zegt, nee jongen, het is aan u. Maar Hinkepi zal toch het gaatje moeten dicht. En gaat Museeuw door met Tafi? Of wil Tafi niet overnemen van Museeuw? Omdat hij weet dat hij dan de pineut is. Dat is jaren geleden, van 99 eigenlijk, dat we nog zo'n schitterende finale gezien. Nu gaat Van Petegem. Binnendoor. Er was weinig plaats. En heeft die motor zien vertrekken. En nu moet Nardello uit zijn pijp komen. Daar gaat Nardello. En kijk eens wat Van Petegem daar allemaal voor elkaar krijgt. En die motoren leidt daar lelijk in de weg. Kijk eens, een bos van motoren. Weg jongens! En op deze manier kan Nardello terugkomen. Alhoewel, Van Petegem zit daar ook goed, hè? Alsjeblieft. Op deze manier wordt de finale toch een klein beetje onkleurd. Schitterende strijd. Nog 7 kilometer. 10 meter het verschil. En gaat Van Petegem op Nardello wachten? Dat doet hij. Nu belangrijk wat Nardello doet. Kiest hij voor die tweede plaats? Of zegt hij, nee, ik ga ervoor. Nee. Ik denk niet dat hij gaat overnemen. Daar was voor te vrezen. Tafi die niet overneemt. Het gevaar komt straks weer van Tafi. Maar die zit nu al klaar om direct te counteren op het moment dat ze gaan bijkomen. Nog 4 kilometer. Toch opletten dat het niet
te stil gaat, dat er geen volk meer uit de achtergrond komt. Verscholen achter die wagens, je weet maar nooit. Het verschil was een goede 8, 29 seconden. Aanval Taffy. Aanval Taffy. En nu gaat Museeuw. Maar niet vol gas. Ze geven Taffy 40 meter. Ook zo kun je de Ronde van Vlaanderen winnen natuurlijk. Door het tactische spel, het lonken van de grote kandidaten. Dus zegt Van Petegem, ik ga op dat hellende stuk. En hij rijdt de rest uit het wiel. Maar de rest komt terug. En als Taffy nu doorzet, dan kan Taffy het redden tot het einde. Het draait niet meer rond. En op die manier kunnen ze de overwinning gewoon wegschenken aan Andrea Taffy. Daar gaat nu Van Petegem. En die ziet Hinkepie reageren en dan gaat hij weer de benen stil houden, zeker. Als hij nu doorgaat, kan het nog. Maar zoals gezegd, dat is het op voor Van Petegem. Nog een kilometer voor Andrea Taffy. Nog een lastige kilometer. Taffy moet nu niet meer omkijken. Kruis erover. De rivaliteit is hier te groot. En Taffy mag niet zeggen, krijgt het cadeau. Maar het had anders gekund. Hier is Taffy. En hier de triomf in Vlaanderen. Een halve Vlaming. Hier is Taffy. Io tifo Taffy. Ik supporter voor Taffy. Zeggen zoveel Vlamingen met de Italianen mee. Hij wint de Ronde van Vlaanderen. Een prachtig kijkstuk. En een verdiende winnaar. Ere wie ere toekomt. 1 Taffy. Nu komt Van Petegem in de laatste meters bergop. Kan die dat hier nog halen voor de tweede plaats? Museeuw of Van Petegem? Museeuw die heel even uitwijkt. Ik denk dat Museeuw tweede is, Van Petegem derde, Hinkepie vierde en Nardello vijfde. De Belgen zijn 2 en 3. Negentien hellingen, nog 3 meer dan het jaar voordien. Toch trekt een omvangrijke hoofdmacht naar het nieuwe tweeluik Forest Steenberg. Daar vindt Dario Pieri het welletjes. Hij stort zich in een uitzichtloos solo-offensief. In de Haaghoek opent een uitgeziekte Museeuw de echte debatten. We rijden naar Zegelsem. Maar we rijden Zegelsem niet binnen, want zo meteen gaan we linksop en Museeuw gaat er een snok aan geven. Aanval van Museeuw. Hier heel even bij dit beeld blijven nu, met Nico Matan die meegaat. Het is Nico Matan die aan het wiel zit. En waar zit Van Petegem? Is die op komst? Ja. Van Petegem wil mee. Museeuw met een fantastische inspanning. Prachtig op die Hagelkarl. Ja, dat is de sprong naar Pieri proberen te maken in één keer. Pieri die rijdt nu nog 50 meter voor Museeuw uit. Van Petegem heeft het moeilijk hoor. Cassani die lijkt te moeten passen. Museeuw, Matan en Guédon grijpen Pieri. Het is nu wachten op Van Petegem. En hier is Van Petegem en dat ziet er al een stuk beter uit. Aha, hij komt in zijn streek natuurlijk. We rijden naar Sint-Cornelius-Horenbeek. We zijn er eigenlijk al voorbij. Hij kent deze wegen uit het hoofd. Dit is een trainingsterrein. Aldaag voorbij. Nu wordt het mooi. Op de Leeberg lijkt de beslissing gevallen, maar Museeuw, Matan, Van Petegem, Guédon, Pieri en Aldaag gaan nog niet voluit. Bruilans en een deel van het peloton komen terug. Matan rijdt een sterke ronde. Op de Berendries volgt alleen Guédon. In de afdaling maakt Dave Bruilans indruk. Bruilans zorgt ervoor dat het pakketje steeds verder uitgedund wordt. Op nu naar de Ten Bossestraat. Helemaal. Museeuw gaat in de Ten Bossestraat. Reactie van Johan Museeuw met Peter van Petegem. Die probeert naar dat wiel van Museeuw te geraken. Dat ook doet. En dan komt Frank van den Broeke iets verder. Museeuw kijkt om, houdt dan even in. Van Petegem gaat die door. Van Petegem gaat door en Museeuw moet even passen. Frank zal nu moeten proberen de sprong te maken naar Van Petegem. En probeert dat ook te doen met Bruilans aan het wiel. Van Petegem toont daar al dat hij de echte sterke man is. Museeuw breekt. Van Petegem sluit vooraan bij Matan en Guédon aan. Ook een herboren Van den Broeke en Bruilans dichten de bres. Deze Van den Broeke heeft weer de allures van die van zijn topjaar, 99. De verschillen blijven echter klein. Een tweede groepje komt nog voor de vesten van Gerardsbergen terug. Op de muur
zal de beslissing vallen. En prachtige tweestrijd tussen Van Petegem en Van den Broeke. Van Petegem verdappert. Van den Broeke die meegaat. Bruylands die het vertikt om het op te geven. Voilà. Twee coryfeeën van het Belgische wielrennen. Prachtig. En ze rijden er van weg, Hendrik Redant. Deze zakt er compleet door, Baldato. Hij krijgt waarschijnlijk net het gevoel toen hij met Museeuw... Op de kapelmuur. Een omketende Van Petegem en Van den Broeke die gezwind meegaat. Van den Broeke en Van Petegem onderweg naar de Bosberg. Het wordt een adembenemende finale. Hier de twee. In het zicht van de top. Zo lastig. Ook naar het einde toe van die klim. Nog altijd een taaie bedoeling. Stukje 11%. En wat doet Van den Broeke? Van den Broeke achter het wiel van Van Petegem uit. Oh la la la. Van den Broeke met een formidabele jump. Op een grotere versnelling dan Van Petegem. Van Petegem moet alles uit de kast halen om aan te sluiten bij Van den Broeke. Van den Broeke alles of mis. Speelt wel een gevaarlijk spel. Want Van Petegem gaat er wellicht toch nog aan hangen. Gaat mee kunnen. En dan de verstandhouding, jongens. Pas op. Pas op. Als een van de twee past, komt de rest terug. Maar na een kort overleg besluiten Van den Broeke en Van Petegem de krachten te bundelen. Twee Belgen die vechten voor de zege, mooier kan niet voor de supporters. Ondanks de getalsterkte in de achtergrond groeit de voorsprong. Van Petegem en Van den Broeke zijn zonder meer te sterk. Hier is de vlot van de laatste kilometer. Met Van Petegem op kop. Van den Broeke aan het wiel. Nog een paar hectometer op deze baan. En dan draaien ze rechts de hallebaan op. Nog eens omkijken. De voorsprong is geruststellend. Van Petegem resoluut. Al is het tempo niet echt zeer hoog. Daar ginds, daar aan de verkeerslichten. Daar rechtsop. En dan nog een kleine 500 meter. Sprint bergop. Als pistiers. Tempo nu wat drukken. Van Petegem, meester van het gebeuren. Maar ook Van den Broeke in een meesterlijk spel. Zeer intelligente jongen. Weer de grote Van den Broeke. De Van den Broeke van 99. We hebben het laatste van Van den Broeke inderdaad nog niet gezien. Nog 100 meter en dan rechts opdraaien. De hallebaan op. De Ronde van Vlaanderen. De eerste voor Van den Broeke of de tweede voor Peter van Petegem. Van den Broeke doet het heel cool, hè. Ook thuis bij de mensen nu. Hartslag 170, 180 durf ik wedden. En nog 450 meter. Slingerbewegingen. Van Petegem wil zich niet laten verrassen. En daar gaat Van den Broeke. Van den Broeke gaat van ver, van zeer ver. Van Petegem mag zich niet laten insluiten en laat zich niet insluiten. Van Petegem gaat nog versnellen. Van Petegem moet nu met zijn ultieme versnelling komen. Nog 200 meter en hij sprint Van den Broeke uit het wiel. En Van Petegem wint de Ronde van Vlaanderen. Van Petegem wint 4 jaar na zijn eerste, zijn tweede Ronde van Vlaanderen. Schitterende prestatie van Petegem op 1, Van den Broeke op 2. De Belgen zijn top. Peter van Petegem treedt met zijn tweede zege binnen in de galerij van de allergrootste rondespecialisten. En mede dankzij een voortreffelijke Van den Broeke is 2003 een van de allermooiste ronde edities. De Ronde van Vlaanderen, dat is bonken op ruwe kasseien, vechten tegen regen en wind, trekken en sleuren op nijdige hellingen. Dat is spektakel. Drama's, vreugde, ontgoocheling en alle mogelijke tegenslagen. Dat is ook alle Vlaanderen op straat. Maar boven alles is de Ronde van Vlaanderen een lange erelijst van beroemde namen.